Goedenavond, welkom op het actualiteitscollege van Metaforum. Vanavond onderwijskwaliteit in Vlaanderen, maakbaar en meetbaar. Ik ben Tine de Laat, professor aan de KU Leuven bij de faculteit Ingenieurswetenschappen en ik geef jullie een kleine inleiding tot ons actualiteitscollege vanavond. Onderwijskwaliteit, ja, dat is een heel veelbesproken onderwerp. Je moet maar eens eventjes kijken naar al die krantenkoppen. Vlaamse onderwijskwaliteit daalt verder. We hebben de lat niet lager gelegd, maar toch gaan de resultaten achteruit. Leesvaardigheid van 15-jarigen daalt meer dan ooit en nog half zoveel wiskundeknobbels. Dit zijn de nieuwe PISA-resultaten. Maar die kwaliteit, als die dan veel besproken is, klopt die waarneming nu ook? Daalt onze kwaliteit? Hier gaan we vanavond toch ook al op ingaan. Als we die kwaliteit dan willen opvolgen, kunnen we die ook gaan meten. We merken dat er heel wat instrumenten zijn op internationaal vlak. Denk maar aan de PISA, die daar net al in die krantenkoppen stond, maar ook de TIMSS en zo kan ik er nog heel wat noemen. Maar ook op Vlaams niveau moet je aan de slag gaan. Dus in Vlaanderen, wat hebben we daar allemaal? Er is sprake van centrale toetsen die vanavond aan bod gaan komen. Er is sprake van oriënteringsproeven, Columbus, die studenten gaan leiden in hun studiekeuze naar het hoger onderwijs toe. Er zijn verplichte, niet bindende toelatingsproeven. Toelatingsexamen voor het hoger onderwijs, bijvoorbeeld voor arts en tandarts. Je ziet daar opnieuw de krantenkop. Verplichte eikingsproeven voor 4 extra opleidingen. En u merkt het, ik heb nog een kleine correctie ook moeten aanbrengen op die eikingsproeven. Daar eigenlijk is het eikingstoetsen. En we merken dat die veelheid aan toetsen ook al leidt tot naamsverwarring. Dus die veelheid aan toetsen hebben dat echt wel nodig om goede metingen van onderwijskwaliteit te kunnen bieden. Als we die onderwijskwaliteit dan gaan meten, kunnen we die ook gaan maken aan de hand van die meting. Dus kunnen we daarmee aan de slag gaan. Er is een heel debat nu over de nieuwe eindtermen. Die zijn goedgekeurd voor de tweede en derde graad. Kunnen we daar nu mee aan de slag gaan? Gaan die onze kwaliteit opnieuw doen stijgen? Kunnen we acties gaan nemen met de metingen die we gedaan hebben? Kunnen we die gaan gebruiken om feedback te gaan geven aan scholen, leerlingen of leerkrachten? Kunnen we onze lerarenopleiding misschien gaan verbeteren of onze recrutering? Je ziet dat die nieuwe eindtermen heel wat teweeg brengen opnieuw in krantenkoppen. Katholiek Onderwijs noemt de nieuwe eindtermen een ernstige bedreiging voor de onderwijskwaliteit. Aan de andere kant is het gemeenschapsonderwijs dat die eindtermen weer actief gaat verdedigen, zelfs voor het grondwettelijk hof. Dus wat speelt daar nu eigenlijk allemaal? U merkt het, heel veel vraagtekens in dit debat. Hè. Moet het belang van de context blijven zien. Vlaanderen heeft een vrije toegang tot het hoger onderwijs. Dat maakt ons anders dan heel wat andere Europese landen. Wat zijn de ongewenste neveneffecten van het invoeren van al die centrale toetsen en van onze nieuwe eindtermen? Kunnen we al die initiatieven wel goed op elkaar gaan afstemmen? En wat is de impact van dat meten en hoe gaan we dat allemaal verder gaan opvolgen? En dan die impact, staat die eigenlijk in verhouding tot de kost van al onze initiatieven en van al onze testen die we gaan invoeren? Want testen komen niet vanzelf, die moeten ontwikkeld worden, die moeten afgenomen worden, die moeten opgevolgd worden enzovoort. Ik hoop dat deze vele vragen beantwoord gaan worden vandaag door mijn collega's hier. Eerst en vooral hebben we Rian Jansen, die voor u wederom toets gaat presenteren. Een overzicht van de grootschalige prestatiemetingen bij leerlingen in het Vlaams onderwijs. Rian Jansen is professor bij de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Dan hebben we ook leerplannen, sleutelcompetenties, ontwikkeldoelen en eindtermen. Wat moeten leerlingen leren op school? Door professor Mieke de Kop van de faculteit Wetenschappen. Dan hebben we professor Erwin Ogen van de faculteit Economie, die voor u zal presenteren. Wat zijn de mogelijke gevolgen van de Vlaamse centrale toetsen voor onze onderwijskwaliteit? En tenslotte, onderwijskwaliteit, een juridische evenwichtsoefening tussen vrijheid van onderwijs en kwaliteitsbewaking door professor Kurt Willems van de faculteit Rechten. U krijgt ook de kans om interactief vragen te stellen aan onze sprekers. En dat kan via het YouTube-kanaal dat u nu aan het volgen bent. Op het einde, na alle presentaties, krijg ik dan de kans om de vragen te stellen aan onze sprekers. Geniet ervan. Goedenavond. Ik moet u bekennen.
Het is toch niet zo evident om in een bestek van een 20-tal minuten voor u een overzicht te bieden van de grootschalige prestatiemetingen in het Vlaamse leerplichtonderwijs. Het voelt aan als een reisgids die op vraag van een rijke Amerikaan die een wereldreis wil maken, een heel programma wil uitwerken met landen en lijsten van bezienswaardigheden en als feedback krijgt, no details, only the continents. Wij beperken ons vandaag daarom tot 2 continenten. Met 7 mijlslaarzen gaan we door de grootschalige prestatiemetingen die op dit moment in Vlaanderen gebezigd worden. En we gaan daarna ingaan op de vraag in welke mate deze toetsen ons iets kunnen zeggen over het meten van de onderwijskwaliteit. Vooraleer onze tocht aan te vatten, wil ik u toch enige technische bagage meegeven. Ik wil u namelijk het verschil duiden tussen een vergelijkende of een criteriumgerichte meting. Mocht u examens afleggen, toetsen, verbeteren, dan wordt het toetsresultaat van leerlingen door de band samengevat op basis van de som van het aantal juist gegeven antwoorden. Dit is een heel relatieve maat. Mochten de vragen moeilijker zijn, waren de scores lager. We kunnen zo'n relatieve maat, zo'n somscore, enkel gebruiken bij een vergelijkende meting. Om na te gaan hoe sterk leerlingen verschillen, maar ook om na te gaan hoezeer de gemiddelde scores van leerlingen van scholen over scholen heen van elkaar verschillen. Evoluties kunnen we niet in kaart brengen, tenzij we keer op keer dezelfde toets zouden aanbieden. Voor de grootschalige prestatiemetingen hebben we dus een meer gesofisticeerde meetschaal nodig. Meer specifiek doen we een beroep op psychometrische modellen. Wat erop neerkomt dat we bij het analyseren van de toetsresultaten een verschil gaan maken tussen enerzijds de vaardigheid van de leerlingen op basis van de toetsresultaten en anderzijds de moeilijkheidsgraad van de opgave. Concreet worden de opgaven in toenemende gradaties op een meetschaal geplaatst, als een toetsladder met de sporten van de ladder als de verschillende opgaven. De afstanden tussen de sporten zijn niet even groot, zoals bij een echte ladder, maar duiden de verschillen in moeilijkheidsgraad aan tussen de opgaven. De leerlingen staan op diezelfde toetsladder weergegeven. Namelijk, ze geven aan wat de kans op succes is op elk van die opgaven. Opgaven die onder de leerling gesitueerd zijn, zijn opgaven die de leerling onder de knie heeft. Terwijl hoe verder de opgave boven de leerling staat, hoe sterker die opgave de leerlingspetje te boven gaat. Het voordeel van het werken met die meetschaal is dat het niet meer nodig is om iedereen dezelfde toets te geven om toch te komen tot een vergelijkbaar resultaat. Zolang de opgaven van die toetsen maar op diezelfde meetschaal staan weergegeven. Bovendien kunnen we op basis van een inhoudelijke analyse van de opgave een verschil maken tussen de opgaven die leerlingen moeten beheersen om de lat te halen, terwijl er daarboven op de meetschaal opgaven staan die weliswaar ook over het betreffende leer- of vakgebied gaan, maar die leerlingen nog niet hoeven te beheersen om de césuur te halen. Zo komen we tot een criteriumgerichte meting. Aangezien de leerlingen op dezelfde meetschaal staan als de opgave, kunnen we dus ook een verschil maken tussen de leerlingen die op basis van de toetsresultaten blijkbaar de eindterm of het ontwikkelingsdoel nog niet halen en leerlingen die die eindtermen wel halen. Tot slot geeft die meetschaal ons ook de mogelijkheid om over afnames heen vooruitgang te boeken, evoluties in ons onderwijspeil vast te stellen, ofwel door de vooruitgang op de meetschaal, ofwel door die meetschaal, zoals bij internationale studies gebeurt, op te delen in verschillende vaardigheidsniveaus. Doordat de meetschaal constant kan gehouden worden, kunnen we dan over verschillende jaren heen kijken naar de verdeling van de leerlingen in die verschillende vaardigheidsniveaus. Goed,
Even een staalkaart van de grootschalige prestatiemetingen. Die worden in Vlaanderen enerzijds georganiseerd door de onderwijsverstrekkers zelf. U heeft misschien zelf al deelgenomen aan de interdiocesane proeven, de IDP-toets, vroeger de interdiocesane examens voor het zesde leerjaar, waarbij voor wiskunde en Nederlands in der tijd werd nagegaan of leerlingen uit de dorpsscholen op het einde van het zesde leerjaar een even hoog niveau haalden dan de leerlingen die al na het vijfde leerjaar doorstroomden naar het college. Het is een vergelijkende meting, de IDP-toets, waarbij we verschillen willen weergeven tussen scholen, waarbij we scholen feedback willen geven over hoe goed hun leerlingen het doen. En dat gebeurt op dit moment in een aantal deeldomeinen uit verschillende leergebieden. Ook is IDP nu beschikbaar voor leerlingen van het vierde leerjaar en heel wat scholen, meer dan 80-90% van de katholieke basisscholen, neemt hieraan deel. De tegenhanger van de IDP is de OVSG-toets, opgemaakt door de Overkoepelende Vereniging van Steden en Gemeenten, waarna genoeg alle OVSG-scholen en een heel groot deel van de scholen uit het gemeenschapsonderwijs aan deelnemen. Ze noemen het zelf een alle talententoets, waarbij er voor alle domeinen waarvoor er eindtermen zijn ook toetsen, schriftelijk of praktische proeven voorzien zijn, af te nemen op het einde van het zesde leerjaar, net zoals de IDP, een vergelijkende meting met feedback naar leerlingen toe, maar ook vooral naar de scholen toe. Sinds 2002 heeft Vlaanderen ook peilingen. Peilingen die voor een welbepaald doelpubliek, op het einde van een welbepaald onderwijsniveau, einde basisonderwijs, einde eerste, tweede of derde graad secundair onderwijs, worden afgenomen bij een representatieve steekproef van scholen. Het gaat telkens om slechts een beperkt leer- of vakgebied, maar het resultaat is criteriumgericht. Het aanvankelijk doel was vooral gericht op het systeemniveau, om op het niveau van Vlaanderen te kunnen besluiten hoeveel procent van de leerlingen nu werkelijk de eindtermen behalen. Door de jaren heen is er ook een vergelijkend doel gekomen om schoolfeedback te geven. En ook zijn de peilingen erop gericht om het onderwijsniveau, tenminste evoluties daarvan, in kaart te brengen. Parallel aan de peilingen zijn de paralleltoetsen opgesteld, die een equivalente toets bieden dan de oorspronkelijke peilingstoets en die scholen op eigen initiatief kunnen afnemen om zo feedback te krijgen over het prestatieniveau van hun leerlingen. De internationale prestatiemetingen waar Vlaanderen aan deelneemt, worden georganiseerd door een aantal grote instituten. De IEA, de International Association for the Evaluation of Educational Assessment, het acroniem komt dus niet overeen met de naam, organiseert onder andere de TIMSS-studies. De TIMSS-studies voor het vierde leerjaar en het tweede middelbaar onderwijs. Aanvankelijk was het idee van TIMSS om bij steekproeven van leerlingen uit verschillende landen de wereld als laboratorium te gebruiken. En voor wiskunde en Nederlands die gemeenschappelijke onderwijsdoelen te bevragen, om zo te kunnen nagaan of leerlingverschillen tussen landen samenhangen met eventuele verschillen in didactische aanpak tussen deze landen. Op dit moment is TIMSS vooral vergelijkend tussen landen, maar ook vergelijkend tussen leerlingengroepen. Men wil niet alleen het prestatieniveau in kaart brengen, maar ook in kaart brengen in welke mate leerlingen van verschillende groepen, verschillende kansengroepen, ook gelijke resultaten behalen. Dat is het billijkheid of het gelijke kansencriterium. Omdat die TIMSS-peilingen maar om de zoveel jaar plaatsvinden, is het ook mogelijk om evoluties over landen en binnenlanden op te volgen. De IEA heeft naast TIMSS ook PIRLS op haar programma.
Pearls richt zich op leerlingen van het vierde leerjaar. Hij heeft dezelfde doelen als we net besproken hebben voor TIMSS, maar richt zich alleen op begrijpend lezen. Een volgende studie is de bekende PISA-studie, georganiseerd door de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die als doel heeft, ook weer op systeemniveau, over landen heen, met in elk land een steekproef, na te gaan in welke mate 15-jarigen in staat zijn om op basis van hun kennis en kunde van lezen, wiskunde en wetenschappen in staat zijn om praktische problemen op te lossen. Tot slot zijn er nog een aantal andere onderwijspeilingen op internationaal niveau. De IEA heeft ook een studie in de tweede graad, voor de leerling van het tweede middelbaar naar burgerschap en burgerschap-educatie. En heeft bij diezelfde doelgroep ook naar computer- en informatievaardigheden. De Europese Commissie heeft een aantal jaren geleden ook een taalvaardigheidsvergelijking gemaakt bij leerlingen van het tweede middelbaar en het vierde middelbaar. Het was een toets waar Vlaanderen redelijk goed op presteerde, maar het is bij een eenmalig initiatief gebleven. Tot slot, voor de volledigheid, maar niet eigenlijk helemaal binnen ons bereik, heb je ook vanuit de OESO een onderzoek naar de vaardigheden van volwassenen, PIAC, en een onderzoek naar, naar het werk en de werkomstandigheden van leerkrachten en schoolleiders, de TALIS-studie. Vooraleer na te denken over het meten van onderwijskwaliteit aan de hand van deze toetsen, nodig ik u uit op een botanisch intermezzo. Stel u even voor een land dat heel erg trots is en heel erg investeert in zijn tuinen en parken. Er zijn daar en bloeien. Dat land is, of die tuinen zijn niet bijzonder in de zin van dat er speciale serres, zijn voor speciale planten die wat meer kwetsbaar zijn. Maar die tuinen zijn wel bijzonder omdat die planten elke werkdag om 4 uur langs de tuinpoort de tuinen verlaten en pas de volgende ochtend langs diezelfde tuinpoort terug hun plaats zoeken in die tuinen. Die tuiniers doen natuurlijk hun uiterste best om desalniettemin die afwezigheid zo goed mogelijk elk plant te verzorgen. De minister van dat land wil eigenlijk nagaan in welke mate er verschillen zijn in kwaliteit tussen die tuinen en tussen die tuiniers. Toegegeven, er was wel wat discussie over de maat die gebruikt zou worden. De mooiheid van de bloemen, de sappigheid van het fruit, of dan toch maar de lengte van de planten, gegeven dat dat een goede indicator is van de groei. De tuiniers gaven wel aan dat men vond dat bij de studie van de verschillen tussen die tuinen men ook rekening moest houden met het feit dat die planten voor een stukje een al dan niet rijkere voedingsbodem hebben buiten de tuinen. En men wilde dus de verschillen tussen de tuinen aangeven na controle voor die verschillen, zodanig dat het echt de toegevoegde waarde zou zijn van de tuinier. Tot slot waren er een aantal tuiniers die een pleidooi hielden om niet te kijken naar de lengte op zich, maar wel naar de groei van de planten en dus uit te gaan voor herhaaldelijke metingen. U heeft het al langer door. Een metafoor binnen metaforum. Deze tuinen heten in Vlaanderen de Haagbeuk, de Klimop of de gemeentelijke basisschool Toverveld. Ben even de draad kwijt. Wat we alleszins leren op basis van deze beeldspraak is dat als wij kwaliteit willen meten, dat dat een veelheid van aspecten heeft. Dat de toetsprestaties van leerlingen daar slechts één indicator van zijn. En dat die indicator op verschillende manieren berekend kan worden. Laten we daar nog even op inzoomen. Ik ga daarbij uitgaan van een meting waarbij we kwaliteit van scholen in kaart willen brengen en niet zozeer vergelijking tussen landen. We kunnen die grootschalige
toetsafnames gebruiken om te kijken naar de ruwe resultaten. Liefst criteriumgericht. Halen de leerlingen de eindtermen of de onderwijsdoelen? En aansluitend kunnen scholen of verschillen scholen onderling daarin ten opzichte van elkaar. Dat laatste kunnen we weergeven in deze figuur. We ordenen de scholen op de x-as op basis van de toenemende gemiddelde prestatie van hun leerlingen. Dit is een rupsdiagram waarbij de beentjes van de rups aangeven wat de onzekerheid is rond dat gemiddelde. En zodoende kunnen we scholen vergelijken met het gemiddelde en onderzoeken of er scholen zijn, hier aangeduid met rood, die vergeleken met het populatiegemiddelde ondermaats presteren, lager scoren dan anderen, dan wel de ene groene school aan de andere kant die significant beter presteert dan anderen. Ook hier is de vraag, maar wat is dan het aandeel in die prestatieverschillen dat echt toe te schrijven is aan de school? Leerlingprestaties hangen immers af van niet-schoolse factoren, maar ook daarnaast van schoolse factoren. En we willen zo goed mogelijk in eerste instantie aangeven dat rekening houdend met die niet-schoolse factoren wat de toegevoegde waarde is van scholen, en in tweede instantie dan nagaan in welke mate dat die verschillen in toegevoegde waarde tussen scholen samenhangen met bijvoorbeeld verschillen in didactische aanpak of verschillen in de ervaring van hun leerkrachten. Ook weergegeven in een grafiek gaan we dus voor elke school enerzijds kijken naar de feitelijke toetsprestatie en anderzijds berekenen op basis van multiniveaumodellen statistisch aangeven wat de verwachte prestatie is van die school op basis van haar leerlingenpubliek. Door die feitelijke resultaten te vergelijken met de verwachte resultaten kunnen we op die manier de toegevoegde waarde van een school berekenen en kunnen we dan in een volgende stap onderzoeken in welke mate we ook verschillen vinden die met die verschillen in toegevoegde waarde samenhangen. Ten slotte, en dat is het meest dure manier om te gaan met die grootschalige toetsen, is om te kijken of we in een longitudinaal onderzoek de leerwinst van leerlingen in kaart kunnen brengen. We zoeken in welke mate de scholen de leerlingen in feite verder brengt op de meetschaal. Dat is een criteriumgerichte meting. We gaan effectief de vooruitgang bepalen en daarna kunnen we weer onderzoeken in welke mate die verschillen in leerwinst verschillen tussen de scholen en in welke mate dat die leerwinstverschillen samenhangen met schoolkenmerken. Laat me weer toe om een kort intermezzo in te voegen, alvorens we naar het besluit gaan. Een korte vooruitblik op de weliswaar zeer nabije toekomst. Namelijk, onderwijsminister Weitz heeft plannen rond de invoering van nieuwe centrale toetsen ter vervanging van de bestaande toetsen. Dit zijn de zogenaamde GGG-toetsen, de gecentraliseerde, gevalideerde en genormeerde toetsen. Alle leerlingen van het vierde leerjaar, zesde leerjaar, tweede en zesde middelbaar zullen aan deze toetsen deelnemen, zodanig dat op de wat langere termijn we voor de toetsen wiskunde en Nederlands of voor de gebieden wiskunde en Nederlands ook leerwinstmetingen mogelijk maken. Daarnaast zullen we ook kijken naar het behalen van de eindterm, criteriumgerichte metingen en schoolfeedback geven, vergelijkende metingen. Ook op de langere termijn kunnen we in die zin evoluties in het prestatieniveau van ons Vlaamse onderwijs opvolgen. Die GGG-toetsen zullen niet ingevoerd worden als een TGV. Op dit moment heeft de minister een aantal studies afgerond, waarbij vanuit verschillende aspecten werd gekeken naar de haalbaarheid van deze toetsen. Er is een
steunpunt gestart die die gecentraliseerde toetsen zal implementeren en verder onderzoeken. En nog deze maand gaat er een stakeholdersforum plaatsvinden waarin vanuit verschillende perspectieven besproken zal worden hoe die GGG-toetsen concreet geïmplementeerd zullen worden. Een van de vragen die daarbij aan de orde is, is in welke mate dat deze toetsen high stakes zullen zijn, grote consequenties zullen hebben voor leerlingen, leerkrachten of scholen. Immers, als die toetsen high stakes worden, hebben we de kans dat we te maken gaan hebben met een curriculumvernauwing. Scholen gaan zich vooral focussen op wiskunde en Nederlands. En in het slechtste geval met een teaching to the test, dat zelfs binnen wiskunde en Nederlands de leerkrachten voornamelijk zullen bezig zijn met die onderwijsdoelen waarvan ze vermoeden of weten dat die ook in de GGG-toetsen aan bod zullen komen. Besluit. Grootschalige toetsen geven naar mijn aanvoelen een beperkte, maar zeker een zinvolle indicator van de onderwijskwaliteit op school- en systeemniveau. Beperkt, omdat ze beperkt zijn tot welbepaalde leer- en vakgebieden, beperkt zijn tot een welbepaald leerlingenpubliek, maar ook voor de internationale studies, hè, maar om de zoveel jaar plaatsvinden en dat we dus te maken hebben met afnamecycli. Die grootschalige toetsen vereisen een sterke methodologische onderbouwing. En de invoer ervan, hebben we net besproken, kent mogelijk een aantal gevaren. Die methodologische onderbouwing en die grote organisatorische taken maken ertoe dat het een zeer grote investering is om voor ons Vlaamse onderwijs aan de hand van die grootschalige toetsen vaststellingen te doen. Vaststellingen die de laatste tijd niet zo positief zijn. In heel wat onderzoek wordt er een achteruitgang in prestatie vastgesteld. Natuurlijk vragen die vaststellingen om een duiding en ook om een actie. En dan komen we bij niet de meetbaarheid, maar de maakbaarheid van ons onderwijs. Ik moet toch even van het hart dat als die duidingen gegeven worden, dat ik er zelf toch wel enige moeite mee heb dat een aantal politici er dan blijkbaar de oplossing zien of de oorzaak zien in wat dat zij dan noemen het feit dat we in Vlaanderen zo'n pretpedagogie invoeren. Pretpedagogie, op zijn minst dat hij toch in het Latijn kunnen zeggen. Pretpedagogie, ik hoop dat de beeldspraak van de tuin hier en de tuinervaring die u heeft, u doet inzien dat zo'n eenvoudige verklaringen er niet toe doen. Inderdaad, er kunnen verschillen zijn in didactische aanpak. En didactische aanpak van de tuinen van Versailles kunnen nog altijd relevant zijn voor onze hedendaagse tuinen. Maar naast de didactische aanpak gaat het ook over de manier waarop we leerlingen ondersteunen, de manier waarop onze leerkrachten het curriculum kunnen implementeren en inspelen op concrete vraagstellingen, problemen die ze zien bij individuele leerlingen. Het lijkt mij dat als we die daling vaststellen, dat die daling, die prestatiedaling, niet de spreekwoordelijke olifant moet zijn waarover niet gesproken moet worden, maar dat we die daling gaan zien als een wicked issue, een term die wijst dat om te komen tot een duidelijk beeld van waar die daling mee samenhangt, dat we daarvoor alleen maar kunnen komen tot oplossingen als verschillende perspectieven, verschillende stakeholders daarbij allemaal hun bijdrage en zienswijze kunnen formuleren. Hartelijk dank voor uw aandacht en graag dank ik ook mijn collega's van het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en Evaluatie, waarbij we een aantal van deze besproken toetsen ook effectief organiseren en analyseren, en ook mijn collega's van onderwijskunde. Goedenavond iedereen, hartelijk welkom
In de eerste plaats denk ik aan alle studenten die nog maar eens de moeite hebben gedaan om achter hun computer te gaan zitten, om nog maar eens een online college te volgen. Ik wou dat jullie hier konden bij zijn in deze prachtige aula. Maar goed, welkom en dank voor jullie interesse. Welkom natuurlijk ook aan alle andere geïnteresseerden. Goed, ik wil het vanavond hebben over een onderwerp dat Rian al heeft aangehaald, namelijk de Vlaamse centrale toetsen en mogelijke gevolgen van die Vlaamse centrale toetsen. Het overzicht is zeer eenvoudig. Ik ga 1 slide besteden aan de Vlaamse centrale toetsen. Alle andere slides gaan over die mogelijke gevolgen. Dat maakt dat het soms een beetje saai zal zijn. Maar goed, ik ga toch proberen om jullie zo goed als mogelijk er door te loodsen. Goed, wat houden die Vlaamse centrale toetsen in? Zoals Rian daarnet al zei, gaat het over 4 centrale toetsen. Een toets in het 4e en het 6e leerjaar, een toets in het 2e en het 6e middelbaar, samen dus 4 toetsen, voor alle leerlingen in Vlaanderen. En de implementatie is voorzien in de periode 23 tot 27. Dus eind 27 zouden al die toetsen operationeel moeten zijn. Nu, in eerste instantie zijn het toetsen Nederlands en wiskunde, wat dus betekent dat het dus enkel cognitieve toetsen zijn en dat het binnen cognitie ook beperkt is. Dus wetenschappen, andere vakken enzovoort worden niet getoetst. Nu, ik benadruk ook, in de nota van onze minister staat er in eerste instantie, het suggereert in zekere zin dus dat er misschien nog uitbreidingen kunnen komen. Nu, in die nota van de minister staat er ook dat er gevolgen kunnen zijn voor leerlingen op basis van studievoortgang en oriëntatie. Er kunnen ook gevolgen zijn voor de beoordeling van leerkrachten, maar staat erbij, dat is niet doorslaggevend bedoeld alleszins. Dus daar ga ik het vanavond niet over hebben. Waar ik het wel wil over hebben, is dat er ook gevolgen kunnen zijn voor de scholen. En de vraag is, gaat dit leiden, wat ik straks zal bespreken, gaat dit leiden tot een toename van responsabilisering van scholen? Waarover gaat het precies? De nota vermeldt dat er 1 een begeleidingstraject kan komen voor zwak presterende scholen. Dus die scholen die op die toetsresultaten zwak presteren, zullen in een vrij te kiezen begeleidingstraject moeten stappen. En waar het mij vooral over gaat, is de publieke bekendmaking van de resultaten op schoolniveau. Zoals Rian al aangaf, gecontroleerd voor de achtergrondkenmerken van de leerlingen. Maar goed, het gaat dus over een publieke bekendmaking met als doel om informatie te geven aan derden, zoals bijvoorbeeld ouders. En ouders kunnen dan die informatie gebruiken om een school te kiezen voor hun kinderen. Nu, een dergelijke publieke bekendmaking zorgt misschien voor een sterkere of een toename in responsabilisering, in zekere zin, omdat daardoor scholen reputatieschade kunnen oplopen. Scholen kunnen ook leerlingen verliezen. En in het beste geval gaan scholen misschien allerlei zaken die we straks gaan bekijken, ondernemen om die toetsresultaten te verbeteren. Maar natuurlijk kan het ook aanleiding geven tot allerlei minder wenselijke effecten. Dus wat zijn de mogelijke gevolgen? Ik heb me gebaseerd op een literatuuroverzicht. Dus ik heb een literatuurstudie gemaakt en ik heb het geheel opgedeeld in een 3-tal zaken. Namelijk, wat kunnen de gevolgen zijn voor de leerlingen? En dan ga ik vooral kijken naar de kennis en de vaardigheden van de leerlingen, maar eventueel ook naar een aantal andere relevante uitkomsten. Ik ga, in het overzicht had ik ook voorzien om iets te zeggen over hoe dat ouders reageren op die informatie. Ik heb het dus naakjes gezet. Ik heb er eigenlijk geen tijd voor, maar ik zal er korter iets over zeggen. En tenslotte ga ik ook met jullie eens bekijken hoe dat scholen zelf reageren. Wat doen scholen ten goede en eventueel ook ten slechte? Goed. Wat betekent het dus voor leerlingen? Nu, het eerste wat je hier bovenaan kan zien is, wat is de gemiddelde cognitieve impact? En dat is dan het eerste puntje dat ik wil benadrukken. Van alle 61 studies uit mijn literatuurstudie was er geen enkele studie die keek naar de impact op niet-cognitieve kennis en vaardigheden. Die nochtans, uit de literatuur blijkt dat ook dat dat heel belangrijk is. Scholen hebben ook een functie in termen van persoonlijkheidsvorming. En dus die zaken, daar kan ik eigenlijk niets over zeggen. Wat de impact van publieke bekendmaking van resultaten op schoolniveau is op niet-cognitieve kennis en vaardigheden. Waar ik dus ga naar kijken is op cognitieve vakken of toetsen en wat in eerste instantie wat de gemiddelde impact is. Nu, de meeste studies die vinden dat gemiddeld gezien er een positieve impact is van, ik ga dus altijd spreken over responsabilisering, daarmee bedoel ik publieke bekendmaking van resultaten op schoolniveau, en dat er een positieve impact is daarvan op cognitieve testscores. Nu, in de literatuur kijkt men ook vaak naar wiskunde en taal. In ons geval Nederlands, in andere landen natuurlijk een andere taal. Nu, wat je hier ook tussen haakjes ziet staan, en dit gewoon terzijde, je ziet een aantal cijfertjes staan in het rood en in het groen. Wel, in mijn literatuurstudie
zijn een aantal studies gebaseerd op systemen van responsabilisering die zeer gelijkaardig zijn aan wat men in Vlaanderen wil doen, namelijk publieke bekendmaking van resultaten op schoolniveau. En die studies heb ik altijd in het groen weergegeven, omdat je zou kunnen zeggen, de mogelijke gevolgen die je ziet in die studies, die kunnen zich ook voordoen in Vlaanderen. Nu, het cijfertje 13, dat betekent hier in het rood, dat zijn 13 studies waar men kijkt naar systemen die ook een publieke bekendmaking hebben van toetsresultaten op schoolniveau, maar die nog verder gaan, die nog veel sterker zijn. In zekere zin moet je die studies dus eerder zien als een soort van bovengrens van wat er mogelijk is in Vlaanderen. En dat zijn bijvoorbeeld studies die kijken naar systemen van responsabilisering, waar bijvoorbeeld ook scholen die zwak presteren niet naar een begeleidingstraject moeten gaan, maar bijvoorbeeld na een aantal keren gesloten worden door de overheid. Dus met sterkere gevolgen. En in die zin zou mijn interpretatie zijn, of leidraad zijn, interpreteer die studies eerder als een bovengrens. Nu goed, je ziet, een groot aantal studies vinden dus een positieve impact, dus van beide types responsabilisering. Ook zijn er een aantal studies die slechts deeleffecten vinden. Daarmee bedoel ik, als we terugdenken aan onze Vlaamse centrale toetsen, herinner u, daar wordt taal en wiskunde getoetst. Het kan zijn dat er enkele effecten zijn voor wiskunde en niet voor taal. Het kan ook zijn dat er enkele effecten zijn, herinner u de Vlaamse centrale toetsen, die worden getoetst in het vierde en het zesde leerjaar. Misschien vinden we wel effecten in het vierde en het zesde leerjaar, maar vinden ze geen effecten in het tweede middelbaar en of het zesde middelbaar. Dus deeleffecten bedoel ik dus voor bepaalde vakken of bepaalde jaren. Sommige studies, maar dat zijn er maar een aantal, vinden geen effecten of zelfs negatieve effecten. Maar globaal gezien kan je zeggen, op basis van het aantal studies en de kwaliteit van de studies, dat er allicht wel een positieve impact zal zijn. Eén studie specifiek is interessant. Waarom? Omdat het een overzichtsstudie is die in detail heeft gekeken naar een 14-tal studies en dus zich gebaseerd heeft op 76 schattingen van het effect uit die 14 studies. En waarom is die studie interessant? Omdat ze een idee kan geven wat de grote orde is van de impact. En dat wordt uitgedrukt in standaarddeviaties hier. Dus dat is 0,04 standaarddeviaties. En dat is eigenlijk de eenheid van leerwinst. Rian heeft er daarnet naar verwezen. En waar komt dat eigenlijk mee overeen? Het is eigenlijk equivalent. Dus 0,04 standaarddeviaties komt overeen met wat een gemiddelde leerling ongeveer zou leren gedurende 1/10 van een schooljaar. 1 à 2 maanden ongeveer. En dus die responsabilisering of het soort van publieke bekendmaking of rapportering van schoolresultaten of toetsresultaten op schoolniveau is ongeveer equivalent met de vooruitgang die een gemiddelde leerling zou boeken op 1 à 2 maanden. Laat ons zeggen, de zomervakantie hebben we verplicht onderwijs, bijvoorbeeld. Nu, wat ook wel opvalt, is dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende studies. Dus al bij al is het de impact eerder beperkt, zou ik zeggen. Goed, omdat dit ook voorkomt in de Vlaamse centrale toetsen, verwijs ik hier ook naar een aantal studies die onderzocht hebben wat de impact is van een verplicht begeleidingstraject. En op één studie na vinden de meeste studies een positieve impact van zo'n begeleidingstraject op cognitieve testscores van de leerlingen. Nu, één studie wijst ook, en ik weet niet of ik dat positief als negatief moet zien, in deze specifieke context van begeleidingstrajecten op een stijging van het aantal ADHD-diagnoses en van de consumptie van ADHD-medicatie. Goed. Tot nu toe heb ik gekeken naar gemiddelde effecten. Een interessante vraag kan natuurlijk ook zijn of dat er verdelingseffecten zijn, of dat de leerwinsten bijvoorbeeld voor zwakkere leerlingen of sterkere leerlingen in een klasgroep groter of kleiner zijn. Dat kan ook interessant zijn om te weten. Heel wat studies wijzen op grotere effecten voor cognitief zwakkere leerlingen, waardoor in principe, en moet je voorstellen, dus gemiddeld gezien gaan we vooruit, maar die zwakke leerlingen gaan sneller vooruit, waardoor in principe de ongelijkheid in kennis en vaardigheden van leerlingen zou dalen. Enkele studies wijzen op geen effect of op een stijging van de ongelijkheid. Maar goed, de aantallen zijn hier iets kleiner. Wat mij doet vermoeden dat het eerder een positief effect zou kunnen hebben op ongelijkheid in kennis en vaardigheden. Nu, wat interessant is, een aantal studies wijzen ook op het belang van het ontwerp. En dat is dat eigenlijk altijd terugkeert. Hoe ontwerp je zo'n toetsen en ontwerp je de gevolgen die eraan verbonden zijn? Het kan immers zijn dat er verdelingseffecten ontstaan door het specifieke ontwerp. En één interessant geval is wat men noemt teaching to the rating. Waar komt het op neer? Wel, teaching to the rating kan zich voordoen als de evaluatie van scholen bijvoorbeeld gebaseerd is op het percentage leerlingen dat een bepaalde score behaalt. Bijvoorbeeld, je zou het kunnen zeggen, sommige landen hebben een scoresysteem. Scholen worden gerangschikt A, B, C, D, E.
ik zeg maar iets, ik zeg niet dat dat in Vlaanderen de bedoeling is, maar veronderstel ABCDE, een A-school zou zijn 90% van haar leerlingen behaalt de eindtermen, eventueel ook gecorrigeerd voor de achtergrondkenmerken, dat is op zich ook wel mogelijk. Maar goed, het gaat over percentages. Een van de gevolgen daarvan is, en dit is eigenlijk een citaat van een leerkracht, dat komt uit de Washington Post, en wat die leerkracht zegt is het volgende: we were told to cross off the kids who would never pass. We were told to cross off the kids who, if we handed them the test tomorrow, they would pass, for sure. And then the kids who were left over, those were the kids we were supposed to focus on. Wat betekent het eigenlijk? Scholen gaan zich richten op die studenten die aan de slaagmarge zitten. Net onder die slaagmarge, net erboven. En we willen eigenlijk een boost geven dat ze, degenen die er net onder zitten, dat ze erboven komen, want dat zal het percentage omhoog doen gaan. En degenen die er net boven zitten, willen we natuurlijk daar houden. Maar degenen die heel verder van zijn, die het nooit kunnen halen, of de hele sterke, daar kijken we niet naar. En dat heeft geen zin als onze evaluatie op percentages leerlingen gebaseerd is. En dat is ook wat men vindt in literatuur, tenminste voor systemen die zich baseren op dergelijke ratings, noemt men het dan, percentage-evaluaties. Namelijk, men vindt typisch effecten die groter zijn ergens in het midden van de verdeling. Blijkbaar ligt die slaagmarge ergens in het midden van de verdeling. En men vindt dus kleiner effecten, soms nul effecten of soms zelfs negatieve effecten voor de hele zwakke leerlingen en de hele sterke leerlingen. Goed. Rian heeft het al aangehaald. Teaching to the test, ook heel belangrijk. Waar gaat het over? Wel, eerst en vooral is er een belangrijk onderscheid tussen enerzijds toetsen met hoge inzet. Ik ga ze vanaf nu HS-toetsen noemen. Staat voor high stakes, of toetsen met lage inzet, LS, low stakes. De Vlaamse centrale toetsen zouden toetsen kunnen zijn met een hoge inzet als scholen inderdaad, omwille van de mogelijke gevolgen die het heeft voor hun reputatie of voor het aantal leerlingen die ze hebben, daarvoor extra zich gaan inspannen. Dus dat zou het hoge inzet toets kunnen zijn. Nu, terzelfde tijd, en daar heeft Rian op gewezen, zijn er heel wat andere toetsen die bijvoorbeeld afgenomen worden in het kader van interne kwaliteitszorg of die afgenomen worden bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek en waar er eigenlijk geen gevolgen aan verbonden zijn voor de scholen zelf. Okay? En dat noemen we dus die low stakes of toetsen met lage inzet. En het kan natuurlijk interessant zijn om eens te gaan kijken, als je zo een publieke bekendmaking invoert van die toetsresultaten op schoolniveau, kan het interessant zijn om niet alleen te kijken, ja, wat betekent dat nu als effect voor die Vlaamse centrale toetsen zelf, maar wat betekent het ook op basis van die andere toetsen, vinden we ook wel dezelfde effecten, positieve effecten, waar ik dus vroeger over gesproken heb. Wel, als je dus kijkt naar de impact van responsabilisering op basis van die high-stake-toetsen, dan is dat inderdaad positief, maar dat is niet per se zo op basis van die low-stake-toetsen. En daar ga ik meer over zeggen op de volgende slides. Redenen die men vaak aanhaalt zijn dus, het is eigenlijk een soort van containerbegrip, teaching to the test, waarbij de scholen bijvoorbeeld testspecifieke vaardigheden gaan ontwikkelen, iets waar Jan op wees. Scholen kunnen ook extra inspanningen aanmoedigen bij de leerlingen tijdens de testperiode. Het kan ook zijn dat scholen bepaalde leerkrachten strategisch gaan inzetten. Bijvoorbeeld, we hebben een bepaalde leerkracht waarvan we weten dat die heel goed is voor wiskunde en we gaan die misschien specifiek in het vierde leerjaar zetten. Waarom? Omdat het vierde leerjaar een HS, high-stake jaar is, waarin de toetsen ook effectief voorkomen. Ik ga daar later nog op terugkomen, maar het geeft al een beetje een indicatie van mogelijke gevolgen of strategische gedraging van scholen zelf. Laten we eerst kijken naar de feiten. Gemiddeld gezien zien we dat de impact van die publieke bekendmaking of responsabilisering zwakker is of afwezig is in een aantal studies, indien dat we dus kijken naar die low-stake toetsen. Okay, dus niet naar die high-stake toetsen, maar die low-stake toetsen. En meer specifiek in het geval van low-stake toetsen die dezelfde vakken aftesten, namelijk ook de HS-vakken, denk aan de Vlaamse centrale toets, dus kijken naar wiskunde of naar Nederlands. En dit ook doen in de HS-jaren, de high-stake-jaren. En dus herinner u, Vlaamse centrale toetsen, dat zou dus betekenen in het vierde of in het zesde leerjaar, of tweede middelbaar en het zesde middelbaar. Erger wordt het nog, maar hier zijn het aantal studies heel beperkt. Die effecten, of die impact, is afwezig of zelfs negatief. Indien dat je kijkt naar de resultaten gemeten aan de hand van low-stake toetsen, van diezelfde vakken, denk terug aan wiskunde en taal, maar nu in de low-stake-jaar. Wat wil dat zeggen? Denk bijvoorbeeld terug aan de Vlaamse centrale toetsen, tweede middelbaar, zesde middelbaar. We gaan eens kijken hoe zit het nu met wiskunde in het vierde middelbaar. Als bijvoorbeeld die leerkracht die zo goed was in wiskunde verschoven was naar het tweede middelbaar, kan dat inderdaad betekenen dat het toetsresultaat, dat er geen effecten zijn als we kijken naar effecten op wiskunde in het vierde middelbaar. Maar opnieuw, ik herhaal, het aantal studies is hier wel heel beperkt.
Wat dat we ook kunnen doen, is kijken naar spilovereffecten. Het zou kunnen zijn, en dat zou een verwachting kunnen zijn van sommigen, dat als we betere resultaten hebben voor wiskunde, dat die leerlingen misschien ook beter zijn in fysica, hè, natuurwetenschappen. Hè, daar komt wel wat wiskunde aan te pas. In die zin zouden er positieve spilovereffecten kunnen zijn. Het kan ook zijn dat er negatieve spilovereffecten zijn in de zin dat er zodanig veel aandacht naar die HSTIC-toets gaat, naar wiskunde. En wetenschappen wordt ook in de Vlaamse centrale toetsen niet getest. En daardoor zouden dus negatieve spilovereffecten kunnen zijn. Nu, zoals je ziet hier op basis van mijn overzicht, weliswaar ook weer beperkt in aantal studies. Sommigen vinden negatieve spilovereffecten, sommigen vinden geen spilovereffecten naar andere vakken, sommigen vinden positieve spilovereffecten. Het is eigenlijk niet echt eenduidig om echt een conclusie te kunnen maken. Goed. Op langere termijn, en dat sluit ook een beetje aan bij Teaching to the Test, een beperkt aantal studies kijkt naar effecten op middellange en lange termijn. Wat bedoel ik daarmee? Op middellange termijn zien we bijvoorbeeld dat als men zo'n systeem invoert en men beperkt zich, wat in Vlaanderen niet het geval zou zijn, maar bijvoorbeeld men beperkt zich enkel tot het lager onderwijs en men kijkt dan bijvoorbeeld in het middelbaar onderwijs, of dat die effecten ook uitdoven, en dan zien ze inderdaad na 2-3 jaar dat er geen effecten meer overblijven van de positieve impact voor het in het lager onderwijs, voor lezen. Maar men ziet wel nog altijd steeds dat er effecten zijn voor wiskunde. Als we kijken naar andere uitkomsten, studievertraging, blijven zitten, drop-out, dus uitval van leerlingen in het middelbaar onderwijs, dan zien we een onduidelijke impact. Sommige studies zeggen dat er meer studievertraging is, anderen zeggen minder. En er is ook geen effect op diploma's middelbaar. Opnieuw, een beperkt aantal studies, maar goed, alleszins niet echt zeer hoopgevend. Men houdt toch verwachten dat als er zo'n positieve impact is op een aantal wiskunde, taalvakken enzovoort, dat dat toch zou moeten helpen om ook misschien het aantal diploma's te doen stijgen of drop-out te kunnen verminderen. Eén studie is heel interessant. Jammer genoeg is er maar één studie die kijkt verder dan het leerplichtonderwijs. En daar zijn de effecten heel onduidelijk. Dus enerzijds vindt die studie positieve effecten voor de zwakkere leerlingen op zwakke scholen. Namelijk een hogere kans dat ze gaan deelnemen in het hoger onderwijs, ook een hogere slaagkans en ook een hoger inkomen gemeten op de leeftijd van 25 jaar. Dat zijn dus zeer lange termijn effecten. Maar diezelfde studie vindt negatieve effecten voor diezelfde groep leerlingen, zwakker leerlingen, die op sterkere scholen zitten. Sterkere scholen opnieuw in termen van gemiddelde cognitieve testresultaten. Daar vinden ze een lagere kans op deelname, een lagere kans op slagen en een lager inkomen op jaarbasis. Ook opnieuw gemeten op 25 jaar. Voor alle andere leerlingen, in principe ook de sterkere leerlingen, waren er zo geen lange termijn effecten gemeten. Dus enerzijds niet echt positief, anderzijds natuurlijk ook heel veel onzekerheid. Er is maar één studie, althans binnen literatuuroverzicht dat ik heb bekeken, die dus kijkt naar die hele lange termijn effecten. Hoe reageren ouders? Daar ga ik niet te veel over vertellen. Twee zaken. Als scholen beter scoren en die informatie wordt bekendgemaakt, krijgen die scholen ook meer inschrijvingen. Ten tweede, dit kan zich vertalen in hogere vastgoedprijzen. Tussen 1% en 10%, afhankelijk van studie tot studie, van land tot land. Maar het kan zich dus vertalen in vastgoedprijzen die hoger zijn, natuurlijk wel rond die scholen die beter scoren. Scholen die misschien zwakker scoren, kunnen de vastgoedprijzen lager zijn. Maar goed, het is een soort van extra financiële drempel, zou je kunnen zeggen voor sommige ouders. Goed. Ik ga er dus niet te veel over zeggen. Eventueel kunnen we daar nog op terugkomen. Wat doen scholen? En dat is het laatste dat ik met jullie wil overlopen. En hier is het gamma dat ik ga bekijken zeer breed. Dus gaande van eerder gunstige zaken naar meer ongunstige zaken. In eerste instantie zijn er een aantal studies die kijken naar de impact op de uitgaven. Wat doen scholen? Het kan zijn dat ze naar aanleiding van een zwakker schoolscore meer gaan uitgeven. En dat blijkt ook het geval te zijn, toch in 2 studies. En waaraan wordt dat dan besteed? Dat kan gaan van technologie, curriculumontwikkeling, training van leerkrachten bijvoorbeeld. Het kan ook gaan naar remediering van leerlingen. Het kan ook gaan naar extracurriculaire activiteiten. Dus het gamma is zeer breed. Maar goed, we zouden kunnen vermoeden dat dit misschien wel positieve impact zou kunnen verklaren. De impact die we daarnet gezien hebben. Wat betekent het voor het verloop en de kwaliteit van de leerkrachten? Wat het verloop betreft van leerkrachten, maar ook van directie en leden van de schoolraad, daar vinden we geen eenduidige effecten in de studies die we bekeken hebben. Dus we weten niet goed of dat verloop nu gestegen is of gedaald is in die scholen die zwakker scoren.
Belangrijker misschien is het effect op de kwaliteit van die leerkrachten, wat typisch dat weer gemeten wordt op basis van een soort van effectiviteit of wat Rian toegevoegde waarde noemde. Maar ook daar zijn de effecten niet duidelijk. Sommige studies zeggen dat de kwaliteit van dat leerkrachtenkorps van die scholen is daardoor verbeterd. Anderen zeggen dat het verslechterd is omdat de betere leerkrachten, of zogezegd betere leerkrachten, naar andere scholen gaan. Wat we wel weten, weliswaar op basis van één studie, is dat de leerkrachten een lagere jobzekerheid rapporteren. Maar goed, het is een beperkte studie. Een aantal andere zaken. Een zwakke schoolscore leidt ook tot meer instructietijd. Scholen gaan soms de instructietijd voor het vroeger starten met school, wat in sommige landen mogelijk is, is voor het een van de effecten geweest. Soms gaan scholen ook sterker focussen op zwakkere studenten. Dat is een beetje in lijn, of zwakkere leerlingen, in lijn met wat reeds vroeger gezegd is. Minder controle door de directie. Ook minder afwezigheid van leerkrachten wegens ziekte en persoonlijke redenen wordt gerapporteerd. Maar al die studies vermelden dat die effecten slechts een heel klein deel van die wijziging in die testscores kunnen verklaren. Dus die effecten bestaan wel, maar allicht in het geheel van de, laten we zeggen, de wijziging in de testscores of de positieve impact die we vroeger gerapporteerd hebben, is het eerder onbelangrijk. Scholen kunnen ook leerkrachten herallokeren. Daar hebben we eigenlijk vroeger al kort iets over gezegd. Het kan zijn dat betere leerkrachten worden verschoven naar die high-stake jaren, daar waar er effectief getoetst en getest wordt. Het kan ook zijn dat betere leerkrachten grotere klassen krijgen. Dus als er meerdere klassen zijn, kan de klasgrootte verschillen. En zien we dat betere leerkrachten typisch grotere klassen krijgen. En we zien ook dat er meer lesuren gaan naar die leerkrachten die gespecialiseerd zijn in die high-stake vakken. Dus wiskunde en taal worden getoetst in Vlaanderen. Dat zou dus kunnen betekenen dat in het middelbaar daar verschuivingen zijn in vrij in te vullen lesuren in de richting van deze vakken. Erger wordt het nog natuurlijk als we gaan kijken naar uitsluiting van leerlingen. Scholen kunnen artificieel hun toetsen of hun testresultaten gaan artificieel verhogen door bepaalde leerlingen uit te sluiten. Sommige studies vinden dat ook effectief en vaak gaat het over cognitief zwakkere leerlingen. Het hangt natuurlijk af van de manier waarop die toetsresultaten al dan niet gecontroleerd worden, maar goed. Sommige studies rapporteren, of één studie, een verhoogde afwezigheid op de testdag van die leerlingen. Vaak, of één studie. Niet vaak. Eén studie vermeldt ook dat de schorsing van cognitief zwakke leerlingen meer voorkomt tijdens die testperiode. We zien ook dat sommige scholen een doorverwijzing naar het bijzonder onderwijs gebruiken of het label van bijzonder onderwijs gebruiken omdat die leerlingen vrijgesteld worden van de toetsen en niet moeten deelnemen. En we zien ook in één studie minstens dat er sprake is van toegenomen studievertraging. Om een voorbeeld te geven, veronderstel dat de toetsen in het vierde leerjaar in Vlaanderen plaatsvinden. In het derde leerjaar beslissen we om die leerling toch nog een jaartje te laten dubbelen, zoals het dan heet, omdat hij misschien nog niet klaar is voor het volgende jaar of misschien voor de toetsen. Goed. Er zijn ook wel, en dat moet ik natuurlijk ook vermelden, een aantal studies die op zoek zijn gegaan naar indicaties van dergelijke strategische gedragingen, maar die niet vinden. Dus hier opnieuw is het een beetje een gemengd beeld. Sommigen vinden wel sprake van een soort van strategische selectie, sommigen expliciet niet. Ten slotte nog twee, je zou het bijna uitsmijters kunnen noemen, hoe extreem het soms kan gaan. Eén studie vindt indicatie dat scholen de calorische waarde van hun lunches gaat aanpassen tijdens de testdagen. En effectief blijkt dat ook nog, dat zo'n calorische of een boost eigenlijk, dat dit ook voor wiskunde een effect heeft. Niet voor taal, maar wel voor wiskunde blijkbaar. Dat het leidt tot hogere testscores. Eén studie vindt ook dat het aantal serieuze gevallen van testfraude, dat zijn dus gevallen waarbij leerkrachten, laten we zeggen, de antwoorden influisteren of effectief na afname van de toetsen de antwoorden aanpassen, dat toeneemt door zo'n systemen van responsabilisering en voorkomt tot in 4-5% van alle klassen, afhankelijk van de sterkte van de systeemgevolgen. Dus herinner u, sommige systemen zijn natuurlijk hebben sterkere gevolgen dan andere en in die zin geeft het misschien ook sterkere prikkels om te gaan interveneren. Goed, ik ga de evidentie heel kort samenvatten. Voor leerlingen zou ik zeggen is de impact van de toename in responsabilisering of die publieke bekendmaking van die toetsresultaten op schoolniveau is niet echt overweldigend. We weten niet echt wat er gebeurt met die niet-cognitieve kennis en vaardigheden, die nochtans eigenlijk ook echt belangrijk is. We zien dat er impact is op cognitieve kennis en vaardigheden, gemiddeld gezien dan toch. Weliswaar, als we kijken naar die high-stake toetsen, kijken we naar die low-stake toetsen, dan is dat natuurlijk een stuk beperkter. En we zien ook natuurlijk wel dat er een kleinere impact is, een groter impact is voor de zwakkere leerling, een kleinere impact is voor de sterkere leerling, wat dus die ongelijkheid kan doen afnemen. Voor de ouders heb ik heel kort vermeld, kunnen er effecten zijn
namelijk dat zij reageren door een inschrijving aan te passen. En wat zich kan vertalen in een stijging in de vastgoedprijzen. Scholen passen zich aan met gewenste en ongewenste neveneffecten of effecten. Namelijk enerzijds gaat het over de schoolorganisatie en het verloop van leerkrachten, waar het niet altijd heel duidelijk is wat er precies gebeurt. Maar het kan natuurlijk ook negatief zijn als het gaat over uitsluiting van bepaalde leerlingen en zeker als het gaat over toename van frauduleuze praktijken. Goed, mijn besluit zou zijn, publieke rapportering zelf lijkt niet wenselijk gegeven de evidentie. Nu goed, op zich hoeft dat ook niet te verbazen. Dat geldt eigenlijk ook zo vanuit theoretisch oogpunt. Als je kijkt naar tenminste de economisch-theoretische literatuur, dan stelt men daar eigenlijk onderwijs wordt gekenmerkt door meerdere doelstellingen, die vaak dan nog eens vaag en slecht observeerbaar zijn. Meerdere stakeholders, het gaat niet enkel over de leerling, het zijn ook de ouders, het zijn ook de vakbonden, het zijn ook de leerkrachten, het zijn misschien ook de koepels, die allemaal hun eigen voorkeuren en te willen aansturen met responsabilisering. Waarbij ik niet gezegd heb dat per se dit de bedoeling is van deze Vlaamse centrale toetsen, maar het is wel alleszins een van de mogelijke gevolgen. Goed, natuurlijk heb ik slechts één klein aspect behandeld, namelijk het gaat hier specifiek over de publieke bekendmaking, eventueel ook de begeleidingstrajecten. Wat ik wel denk, maar dat is een persoonlijke mening, is dat die Vlaamse centrale toetsen zeker een waardevol aanvullend instrument kunnen zijn, bijvoorbeeld voor inspectie, bijvoorbeeld voor onderzoek, om dus die onderwijskwaliteit te kunnen opvolgen en waar nodig samen met alle stakeholders, ook de scholen, te kunnen bijsturen in het kader van interne kwaliteitszorg. Goed, dank voor jullie aandacht en tot straks misschien in het debat. Goedenavond en nogmaals welkom wellicht. Ik ga proberen om u een beetje wegwijs te maken in de wereld van de onderwijsdoelen. Ontwikkeldoelen, leerplannen, eindtermen. Waar gaat het over? Wat moeten onze leerlingen eigenlijk leren op school? En vooral, wie bepaalt dat dan en wie geeft die invulling? Een invulling die wellicht verschillend is van de tijd van de school van Athene. Indien u, en ik vermoed dat dat zo is, het actualiteitsdebat gevolgd heeft, dan heeft u gezien dat onderwijs regelmatig in de pers komt. Niet alleen in termen van het al dan niet openen van scholen in een pandemietijd, maar ook in de context van een eindtermendebat. En forse taal wordt daarbij niet geschuwd. We zien termen verschijnen als schoolstrijd, staatspedagogie. We zien dat verschillende geledingen zich roeren in het debat. We zien de koepels in de pers verschijnen, maar we zien evengoed de bezorgdheid van directeurs en van leraren die zich bekommeren over de kwaliteit van hun onderwijs, over de invulling van hun onderwijs en over wat zij aan leerlingen moeten aanleren. Wie bepaalt wat er op school moet geleerd worden? Zijn het de politiekers? Is het de Vlaamse overheid? Zijn het de koepels? Is het de directie? Wat is de inspraak van de leraren? Laat ons beginnen bij het begin. De Vlaamse overheid legt minimumdoelen vast. Minimumdoelen qua kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden voor bepaalde leerlingenpopulaties. Dat klinkt ingewikkeld. Als u daar meer informatie over wilt, dan heeft u de website onderwijsdoelen.be. Daarop staat alles over onderwijsdoelen in Vlaanderen. Meest frappant is wellicht dat daar ook een verklarende woordenlijst te vinden is. En als u daarop klikt, dan vindt u een lijst met uitleg over eindtermen, specifieke eindtermen, attitudinale eindtermen, onderwijsdoelen en ga zo maar verder. In de context van het eindtermendebat zoomen we even in op het concept eindterm. En ook hier zien we dat dit minimumdoelen zijn die geformuleerd worden voor, en dat gaat dan specifiek over eindtermen, lager en secundair onderwijs en OV4 in het buitengewoon onderwijs. Opnieuw zien we daar staan dat het gaat over minimumdoelen qua kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Ik ga mij vooral toespitsen op eindtermen van het secundair onderwijs. Waarom zijn die nu zoveel in de pers? Wel, omdat er nieuwe onderwijsdoelen in de maak zijn of reeds gemaakt zijn, afhankelijk waarover het gaat.
De eindtermen werden ingevoerd in 1997. Dat is niet zo heel lang geleden. Maar toch de moeite om te herzien, vond de overheid. Eindtermen waren of zijn voor de tweede en de derde graad geformuleerd voor ASO, TSO, KSO en BSO. Dus algemeen, technisch, kunst en beroepssecundair onderwijs. En ze zijn geformuleerd per vak op dit moment. Men was van oordeel dat er een nood was aan een kritische blik op die onderwijsdoelen en in het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019 is ingeschreven dat er een evaluatie moest komen van de eindtermen. In die context is men dan gestart met de ontwikkeling van nieuwe eindtermen voor basis- en secundair onderwijs. Hier ziet u een slide met de geschiedenis waarop of waaruit duidelijk wordt dat daarbij niet over één nacht ijs gegaan wordt. Vertrokken in 2013, masterplan voor het secundair onderwijs, allerlei notas, studies, tussenliggende conceptnotas, om dan uiteindelijk aan die nieuwe eindtermen te werken en binnenkort te implementeren voor graad 2 en 3. Wie moet welke onderwijsdoelen bepalen? Want de onderwijsdoelen is net iets te algemeen gespecificeerd. Daarvoor moeten we inzicht hebben in de structuur van het nieuwe secundair of het vernieuwde secundair onderwijs. Net zoals nu is het onderwijs georganiseerd in een eerste, een tweede en een derde graad voor het secundair onderwijs. Elke graad bestaat uit twee leerjaren. Voor de eerste graad maken we een onderscheid tussen de A-stroom en de B-stroom. In de tweede graad is het onderwijs nog eens opgesplitst in finaliteiten. De doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktfinaliteit, waarbij leerlingen in de arbeidsmarktfinaliteit, zoals het woord het zegt, voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Leerlingen in de dubbele finaliteit op de arbeidsmarkt en hoger onderwijs, typisch professioneel hoger onderwijs. En leerlingen in de doorstroomfinaliteit op hoger onderwijs, ook academisch hoger onderwijs, worden voorbereid. Indien u denkt in termen van ASO, TSO, KSO en BSO, dan is er geen één-op-één mapping, maar dan kunnen we grosso modo veel van de studierichtingen in BSO nu in de arbeidsmarktfinaliteit klasseren. Een aantal studierichtingen van de TSO of huidige TSO, KSO vallen onder de dubbele finaliteit. Een aantal TSO-richtingen samen met de ASO-richtingen vallen onder de doorstroomfinaliteit. Al is het concept studierichting ook hier niet helemaal het juiste term, want die veranderen ook in de overgang naar het hervormde secundair onderwijs. Zoomen we in op de eerste graad, waar we dus dat onderscheid hebben tussen A-stroom en B-stroom, dan bestaat voor elk van die stromen het onderwijspakket uit een basisvormingsgedeelte en een keuzegedeelte. Voor die basisvorming, wat het deel is dat alle leerlingen gemeenschappelijk hebben, maar dat dus verschillend is voor de A-stroom en de B-stroom, voor die basisvorming zijn eindtermen geformuleerd. Minimumdoelen dus die leerlingen van de A-stroom of de B-stroom moeten bereiken. Dat zijn verschillende eindtermen voor die A-stroom en die B-stroom. Kijken we naar de tweede en de derde graad, met de doorstroom, de dubbele en de arbeidsmarktfinaliteit, dan zien we ook daar telkens de opdeling in een basisvorming en een specifieke vorming. Ook hier worden eindtermen geformuleerd voor de basisvorming. En zelfs kom ik op die van de specifieke vorming. En zijn die eindtermen voor de basisvorming geformuleerd per finaliteit? Dus alle leerlingen van de doorstroomfinaliteit moeten dezelfde eindtermen basisvorming bereiken. Alle leerlingen dubbele finaliteit hebben een set eindtermen voor de basisvorming en de arbeidsmarktfinaliteit heeft een set eindtermen. U ziet dat die opgesplitst zijn in tweede en derde graad. Er worden dus eindtermen geformuleerd voor de tweede graad doorstroomfinaliteit en voor de derde graad arbeidsmarktfinaliteit bijvoorbeeld. 6 sets eindtermen wat basisvorming betreft. In tegenstelling tot de huidige situatie waar de eindtermen per vak geformuleerd zijn, is in de nieuwe set eindtermen ervoor gekozen om die te formuleren rond 16 sleutelcompetenties. En die sleutelcompetenties zijn hier opgelijst, zijn best wel een brede set aan
taalcompetenties. Die gaan van lichamelijke gezondheid over Nederlands en andere talencompetenties naar digitale vaardigheden, u kan ze lezen, burgerschap, wiskunde, wetenschappen en stemcompetenties, onderzoeksvaardigheden, zelfbewustzijn, cultureel bewustzijn, ruimtelijk bewustzijn, historisch bewustzijn. 16 sleutelcompetenties. Voor elk van die sleutelcompetenties zijn eindtermen geformuleerd voor elke finaliteit en voor elke graad. Het is later aan de onderwijskoepels en de scholen om de eindtermen van een bepaalde sleutelcompetentie te koppelen aan een vak. Dus dat is veranderd ten opzichte van de huidige set eindtermen. Maar u ziet dat ervoor gekozen is van leerlingen heel breed te vormen en van die minimumdoelen op een brede range van competenties te formuleren. Kijken we terug even naar de tweede en de derde graad, dan zijn er ook voor de specifieke vorming eindtermen geformuleerd. U ziet daar bij de arbeidsmarktfinaliteit beroepskwalificaties staan. Die hebben te maken met de uitstroom naar de arbeidsmarkt. Voor de dubbele finaliteit zijn er beroepskwalificaties en specifieke eindtermen geformuleerd. En voor de doorstroomfinaliteit zijn er specifieke eindtermen geformuleerd. Die specifieke eindtermen die bepalen eigenlijk de eigenheid van de studierichting. Dus de basisvorming is voor iedereen gelijk en afhankelijk van de studierichting wordt er een andere set eindtermen gevraagd. U ziet daar ook nog de term césuurdoelen. Dat heeft te maken met het feit dat de eindtermen op het einde van de derde graad moeten bereikt worden, maar dat er een soort van tussenstadium is en die worden dan césuurdoelen genoemd. Goed, hoe ziet zo'n eindterm eruit? Wat staat erin? In welk format zijn die geformuleerd? Elke eindterm bestaat uit een doelzin, een kennisonderdeel en een dimensie. Het kennisonderdeel geeft aan welke kennis nodig is voor het bereiken van die doelzin, van die eindterm. En die is opgesplitst in feitenkennis, conceptuele, procedurele en metacognitieve kennis. De dimensie geeft aan of het een eindterm is die cognitief, psychomotorisch of affectief georiënteerd is en geeft een beheersingsniveau aan. Die geeft dus aan, bij een cognitieve eindterm bijvoorbeeld, of die eindterm moet bereikt worden op het niveau begrijpen, toepassen, creëren. Zo zijn er 6 beheersingsniveaus geformuleerd. Om het een beetje concreter te maken, een voorbeeld. Hier ziet u een voorbeeld van een eindterm wiskunde, waar de leerlingen moeten leren rekenen met lettervormen. Dat is de doelzin. Daar staat dan gespecifieerd met inbegrip van kennis. En in dit geval is er enkel conceptuele en procedurele kennis geformuleerd. Er is geen feitenkennis en metacognitieve kennis hierbij vermeld. Die ziet u hier. Er wordt aangegeven dat die eindterm moet gerealiseerd worden met en zonder context. Dat wil zeggen, leerlingen moeten die abstract met lettervormen kunnen rekenen, maar ze moeten die ook in een context kunnen gebruiken. En er wordt aangegeven op welke dimensie deze eindterm ingeschaald wordt. Het is een cognitieve eindterm en die moet op het beheersingsniveau toepassen kunnen behaald worden. Dat is een typische voorbeeld van cognitieve eindterm. En zo heeft u er voor historisch bewustzijn, die we dan typisch associëren met geschiedenis, voor vreemde talen, voor Nederlands, voor fysica, voor biologie, u noemt het maar. Er zijn ook eindtermen die op attitudinaal niveau geformuleerd zijn. En hier ziet u er 2 op het scherm verschijnen. Hamvraag, hoe komen die onderwijsdoelen tot stand? Wie bepaalt dat eigenlijk, wat die leerlingen moeten kennen? Dat is een ingewikkeld en een lang proces. Dat begint bij AUVOX, het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificatie en Studietoelagen. Zij maken eigenlijk een voorstel dat dan met een uitgebreide ontwikkelcommissie besproken wordt. Die ontwikkelcommissies die zijn per sleutelcompetentie. Dat wil zeggen dat er zo 16 ontwikkelcommissies geweest zijn. Die stellen de eindtermen op. Dat wil zeggen dat die in vergaderingen de voorstellen van AUVOX bespreken, aanpassen, verfijnen, herformuleren en zo verder. In die ontwikkelcommissies zitten een hele groep mensen uit verschillende geledingen eigenlijk. Dus AUVOX stuurt het proces aan, zij volgen het proces op. Er zijn vertegenwoordigers van de koepels, dus er zijn vertegenwoordigers van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, gemeenschapsonderwijs,
provinciaal onderwijs, steden en gemeenten, Steinerscholen enzovoort. Vanuit die koepels zitten een aantal vakspecialisten. Dat wil zeggen mensen met een vakinhoudelijke achtergrond voor die sleutelcompetentie. Bijvoorbeeld mensen met een wiskundige achtergrond, met een fysica achtergrond. Maar er zitten ook generalisten in. Dat zijn mensen die over alle commissies heen het proces mee opvolgen en een beetje bewaken dat wat er gebeurt bij historisch bewustzijn ongeveer gelijk loopt. Uiteraard niet inhoudelijk, maar qua manier van werken en qua overzicht met bijvoorbeeld fysica of natuurwetenschappen. Er is een vertegenwoordiging van de leraren die in die commissies zetelen en dus vanuit de praktijk hun inbreng doen. En er zijn experten toegevoegd. Die experten zijn heel vaak professoren van de universiteit. En heel vaak zijn dat dan ook mensen die op een of andere manier met onderwijs te maken hebben. Mensen uit lerarenopleidingen of met expertise in vakdidactisch onderzoek. Die van daaruit een bijdrage kunnen leveren bij het opstellen van die eindtermen. Als dat voorstel van eindtermen klaar is, wordt dat naar een valideringscommissie gestuurd. Een valideringscommissie is verantwoordelijk voor nakijken op evalueerbaarheid. Zijn die eindtermen evalueerbaar? Op coherentie en op consistentie. Dat is een onafhankelijke commissie. Die is onafhankelijk van de ontwikkelcommissie. Dat is een commissie met mensen uit de onderwijsinspectie met daaraan toegevoegd experten. Als het voorstel gevalideerd is, wordt het naar de politiek gestuurd. En dan begint het politieke spel. Dan zijn er nog een aantal adviezen, tussen een paar tussenstappen, waarbij bijvoorbeeld de Floor en de Serf advies kunnen geven. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat die eindtermen goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Dat die bij decreet vastgelegd worden, om dan in een volgende stap door de onderwijskoepels vertaald te worden naar curriculumdossiers en leerplannen, en waarbij dan uitgeverijen aan de slag gaan om die eindtermen te vertalen in handboeken. Tot slot worden ze dan geïmplementeerd in de klas. U ziet, dat is een proces waarbij veel verschillende mensen betrokken zijn. Als u denkt aan die ontwikkelcommissies alleen voor 16 sleutelcompetenties, ik denk, als ik de cijfers goed in mijn hoofd heb, dat er een 200-tal mensen bezig geweest zijn met het opstellen van die eindtermen. Daar wordt dus niet over één nacht ijs gegaan. Dat is een proces, een vallen en opstaan, discussie en opnieuw discussie, herwerken, herschrijven, herformuleren, verfijnen enzovoort. Maar uiteindelijk wordt het dus decretaal vastgelegd. Wat is de stand van zaken? Als we kijken naar de eerste graad, dan is het zo dat die vernieuwde eindtermen op dit moment geïmplementeerd worden in het tweede leerjaar van de eerste graad. We zijn vorig jaar begonnen met de nieuwe eindtermen. Dit jaar zitten er leerlingen in het tweede jaar die voor het eerst met de nieuwe eindtermen onderwezen worden. Kijken we naar de tweede en de derde graad, dan zijn we nog niet aan de implementatie in de klas. Die leerlingen zitten op het einde van het schooljaar. Die gaan volgend jaar naar de tweede graad. Die nieuwe eindtermen zijn behoorlijk verschillend van de vorige. En het is dus niet zomaar aan de orde van het oude systeem te laten aansluiten op het nieuwe systeem. Maar voor tweede en derde graad zijn we in de fase van de goedkeuring die gebeurd is. Maar u heeft allemaal in de pers gevolgd dat het nog niet zo duidelijk is wat er nu gaat gebeuren met de stap naar het Grondwettelijk Hof, waar we de uitspraak nog niet van weten. En dus die vertaling naar die leerplannen, die gebeurt op dit moment wel, maar dat is conditioneel. Goed, die vertaling van die leerplannen, daar heb ik nog niet veel over gezegd. We hebben nu het hele proces van de eindtermen besproken, maar er zijn al die andere termen die we daar juist op het scherm gezien hebben. Wat met leerplannen en lesdoelen. In de volgende stap worden eindtermen door de onderwijsverstrekkers vertaald naar leerplannen. Dus katholiek onderwijs, gemeenschapsonderwijs, OVSG, POV, Steinerscholen, die gaan aan de slag met die eindtermen en die formuleren daar rond leerplannen. Het is trouwens mogelijk om als schoolbestuur ook leerplannen te formuleren. Dat hoeft niet op het niveau van de koepels te gebeuren, maar de meeste scholen volgen de leerplannen van de koepel waartoe ze behoren. Die leerplannen die moeten minstens de eindtermen bevatten.
die eindtermen zijn minimumdoelen. Het staat de leerplanmakers vrij van doelen toe te voegen aan de eindtermen in hun leerplannen. Die leerplannen die moeten opgesteld worden voor een bepaalde doelgroep. De eindtermen zijn op doorstroomfinaliteit, arbeidsmarktfinaliteit, dubbele finaliteit geformuleerd. Typisch worden leerplannen op studieniveau, op studierichtingsniveau geformuleerd. Leerplannen moeten opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd. Die worden ter advies voorgelegd aan de onderwijsinspectie. Dat is terug de inspectie die ook in de valideringscommissie een rol speelde. Die formuleren een advies. En de finale goedkeuring moet gebeuren door de minister van Onderwijs. Op het moment dat die leerplannen goedgekeurd zijn door de minister van Onderwijs, kunnen de koepels of de scholen die onder de leraren verspreiden. En kan men daarmee aan de slag. Het is dan dat de leraren in de klas hun lesdoelen mogen bepalen, dat ze de leerplannen kunnen implementeren. En opnieuw is het aan leraren de keuze om daar klemtonen in te leggen. Dus wat die eindtermen als doelstelling hebben, is te bepalen wat er moet behandeld worden, welke doelstellingen leerlingen moeten bereiken. Maar het is niet aan de eindtermen van te bepalen hoe die moeten gehaald worden. De didactiek daarvan ligt bij de koepels en bij de leraren eigenlijk. Maar het is dus uiteindelijk de leraar die de eindtermen via de leerplannen in zijn klas implementeert en daar nog een aantal klemtonen in kan leggen. Dus wie bepaalt wat we moeten leren? De overheid in eerste instantie, toevoegingen door onderwijsverstrekkers en de eigen invulling. Eigen accent, peper en zout, wordt door de leraren toegevoegd. Hartelijk dank voor uw aandacht. Goedenavond allemaal. En dan heb ik de eer om als laatste spreker aan bod te komen en met een juridische blik naar de vraag van onderwijskwaliteit te kijken. Een juridische blik die in essentie een balanceringsoefening zal inhouden. Ik ga proberen beknopt te zijn wat die juridische blik betreft. Niet alleen omdat ik de laatste spreker ben en dat u dus al een tijdje aan het luisteren bent, maar ook omdat ik ervan overtuigd ben dat de vraag wat onderwijskwaliteit is en hoe onderwijskwaliteit verbeterd wordt, in essentie geen juridische vraag is. En dat de juridische blik dus niet de meest pertinente blik is om te kijken naar het debat. Zij het dat het een blik is die toch niet weg te denken valt uit het debat, juist omwille van het feit dat wanneer een overheid optreedt in het licht van kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering, dat u dan uiteraard hoopt dat de grenzen van het grondwettige niet overschreden worden, in die zin dat een grondwettelijk hof de decreetgever dan niet zal terugfluiten, dat inspanningen die al geleverd zijn nadien teruggeschroefd moeten worden. Vandaar toch eventjes ook een juridische blik. Juridische blik in vijf delen. Ik ga met u eventjes naar de actieve vrijheid van onderwijs kijken. Ik ga met u de vraag stellen aan wie het recht of de plicht toekomt om aan kwaliteitsbewaking te doen. Ik ga dan twee casussen waar we het vandaag met de vorige sprekers over gehad hebben, namelijk eindtermen en die GGG-proeven, eventjes samen met u met een juridische blik bekijken. Om dan proberen een conclusie te formuleren. Dus laten we eventjes starten met datgene, dat grondrecht wat dat het meest pertinent in debat komt. Niet dat het enige grondrecht is dat in debat komt, want laten we niet vergeten dat het kind ook een actor is en dat het recht op kwaliteitsvol onderwijs ook in debat zit. Maar dat juridische grondrecht wat dat het meest pertinent aan bod komt wanneer dat er een debat gevoerd wordt, dat is de actieve onderwijsvrijheid.
actieve onderwijsvrijheid die sinds 1831 ongeveer ongewijzigd in onze grondwet neergeschreven is. Het toenmalige artikel 17, het huidige artikel 24 van onze grondwet. Dat in essentie drie zaken met zich meebrengt die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Namelijk een vrijheid voor zij die dat willen om een school op te richten zonder voorafgaande overheidsinterventie. Om dan ook te kiezen hoe zij zich willen organiseren en om te kiezen wat zij geven en hoe zij dat geven aan de leerlingen in kwestie. Dat lijkt heel verregaand en dat is ook verregaand als u dat rechtsvergelijkend met andere grondwetten rondom ons bekijkt. U moet dat historisch duiden. Dat was een reactie op Willem I, het toenmalige monsterverbond, waardoor wij een zeer liberale grondwet gekregen hebben op het moment van de Belgische totstandkoming, met naast de vrijheid van onderwijs, onder andere ook de vrijheid van vereniging, de persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting in zeer liberale wijze vormgegeven. Dat is 1831. Is dat anno 2021 nog steeds aan de orde? Wel ja, in die zin dat artikel 24 paragraaf 1, waar dat de actieve onderwijsvrijheid thans neergeschreven staat, nog steeds in min of meer ongewijzigde vorm is behouden gebleven, zoals het in 1831 is ingeschreven. En als u gaat kijken naar de beleidsnota van minister Weitz, dat staat daar ook dat de vrijheid van onderwijs nog steeds het leidende principe is waarop we onderwijs organiseren. Dus actieve vrijheid van onderwijs nog steeds, zoveel jaren na de Belgische totstandkoming, een basisprincipe van ons onderwijsveld. Zij het dat de interpretatie daarvan wel verschoven is in al die jaren. En dat merkt u onmiddellijk als u die tweede zin uit de beleidsnota leest. Want daar staat, kijk, wij bepalen wel wat een leerling moet kennen en kunnen. En het komt aan de scholen toe om dan te kiezen hoe zij dat gaan doen. Als ik u daarnet gezegd heb, ja, die vrijheid van richting, dat houdt de vrijheid in om te kiezen wat wij geven aan de leerlingen en hoe wij dat geven, dan merkt u in de beleidsnota dat daar zoveel jaren na de Belgische totstandkoming toch een interpretatiemarge in die actieve vrijheid van onderwijs gekomen is. Interpretatiemarge die door het Grondwettelijk Hof ook zeker op die wijze aanvaard wordt en ook door de Raad van State in zijn adviezen, wanneer de Raad van State dan verwijst naar de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, ook op die manier opgepikt wordt. Zij het dat wij bepalen wat een leerling moet kennen en kunnen en het komt aan de scholen toe om te bepalen hoe zij dat doen, grondwettig niet voldoende is. Want het Grondwettelijk Hof stelt wel dat de vrijheid van onderwijs anno 2021 nog steeds inhoudt dat scholen bovenop datgene wat dat een overheid bepaalt dat zij moeten kennen en kunnen, ook nog eigen doelen mogen formuleren, daarbovenop ook nog een eigen pedagogisch project mogen ontwikkelen. En dat dat zowel de vorm als de inhoud van het onderwijs betreft, dus zowel het kennen en kunnen als de wijze waarop dat kennen en kunnen aangeleerd wordt aan de leerlingen. Dus het is niet zozeer wij bepalen wat dat de leerlingen kennen en kunnen en scholen kiezen hoe zij dat doen. Het is vooral wij bepalen voor een stuk wat de leerlingen kennen en kunnen. De scholen bepalen voor het andere stuk wat de leerlingen kennen en kunnen en bepalen hoe zij dat doen. Die actieve vrijheid van onderwijs strekt zich niet alleen uit naar de vorm en de inhoud van het onderwijs. En dan komen we terecht bij het debat dat we vandaag aan het voeren zijn. Die actieve vrijheid van onderwijs strekt zich ook uit naar de kwaliteit van het onderwijs. En dat kan de wenkbrauwen doen fronsen. De passage die daar onderaan op de PowerPoint staat, dat is trouwens een passage die komt uit het advies van de Raad van State bij het binnenkort wellicht aangevochten decreet over de tweede en derde graad, wat de onderwijsdoelen betreft.
En nu moeten we dat daar staat goed begrijpen. De Raad van State bedoelt daar niet mee, denk ik, dat het aan scholen toekomt om voor zichzelf te bepalen of zij kwaliteit willen bieden. Dat zou bijzonder jammer zijn als we dat zouden lezen in die passage. Wat dat daarmee bedoeld wordt, is dat wanneer u een pedagogisch project voor uzelf uittekent, dat daar noodzakelijkerwijze ook een focus uit voortvloeit in dat hele brede spectrum van wat onderwijskwaliteit allemaal inhoudt en wat kwaliteitszorg over dat brede spectrum van onderwijskwaliteit allemaal inhoudt, dat u noodzakelijkerwijze accenten zal leggen als school wanneer u een pedagogisch project uittekent. En dat dat mogen, die accenten leggen in waar u voor uzelf de nadruk op legt wat onderwijskwaliteit betreft in dat hele brede gamma, dat dat ook door die actieve vrijheid van onderwijs gevat wordt. Komen we bij de tweede vraag die ik met u wilde behandelen. Aan wie komt het recht of de plicht toe om aan kwaliteitsbewaking te doen? Wel nu, minstens is dat een gedeelde zorg. Ik denk dat we daarover niet hoeven te twisten. Dat zij die de vrijheid opeisen, dat daar ook een verantwoordelijkheid uit voortvloeit. En dat wanneer scholen voor zichzelf willen bepalen wat onderwijskwaliteit is, dat daar ook een kwaliteitszorgsysteem aan moet vasthangen, zodat zij controleren dat zij onderwijskwaliteit bieden. Dus dat controleren dat er onderwijskwaliteit is, dat minstens aan de inrichtende machten toekomt, dat lijkt mij helder. Juridisch is de vraag veel pertinenter aan de orde welke taken overheid daarin heeft. Wel nu dat een overheid wat kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking betreft, dat zij voorwaarden mag stellen, dat is aanvaard door het Grondwettelijk Hof. En dat is gekoppeld aan het feit dat zij erkent en financiert. En wanneer men dat doet, wanneer men scholen erkent en financiert, dan mag men daaraan met het oog op het verzekeren van onderwijskwaliteit voorwaarden verbinden. Voorwaarden die weliswaar, en nu moet u goed opletten, want dat is iets wat we voor de rest van de PowerPoint-presentatie en de rest van mijn discours hier zullen nodig hebben, die actieve vrijheid van onderwijs wel in wezen moeten respecteren, niet wezenlijk daaraan afbreuk mogen doen. En u moet dat goed begrijpen, de premisse wie betaalt, bepaalt, dat gaat te ver vanuit een actieve onderwijsvrijheid, omdat in de ogen van het Grondwettelijk Hof recht op subsidiëring een premisse is van de actieve vrijheid van onderwijs en trouwens ook van de passieve vrijheid van onderwijs, het recht dat de ouders hebben om een school te kunnen kiezen. Beiden, zowel het recht om een school te kunnen oprichten als het recht om keuze te hebben tussen verschillende types van scholen, zijn slechts louter virtueel, in de woorden van het Grondwettelijk Hof, wanneer dat daar niet in gelijke mate een recht op subsidiëring als premisse aan vasthangt. Die premisse voor de actieve onderwijsvrijheid aan gebruiken om ze nadien toe te rijden, ja, dat is een cirkelredenering waardoor dat we nergens komen. Dus mogen daar voorwaarden aan verbonden worden aan dat recht op subsidiëring? Ja, maar wel met respect voor het wezen van de actieve onderwijsvrijheid. En hoe test u dat? Of dat het wezen van de actieve onderwijsvrijheid bewaard is? Wel, dan moet u drie dingen in de gaten houden. Ten eerste, wat is het legitieme doel dat wordt nagestreefd? Waarom wordt er aan die actieve onderwijsvrijheid geraakt? Ten tweede, hoe doet men dat? Is het middel dat men gekozen heeft om dat doel te bereiken een adequaat middel? Leidt dat ertoe dat dat doel effectief bereikt zal worden? En ten derde, als dat effectief een adequaat middel is om dat doel te bereiken, is men dan niet verder gegaan dan noodzakelijk om dat doel te bereiken. Dus legitiem doel, adequaat middel en evenredigheid. Dat zijn de drie zaken die we zullen meepakken in de rest van de presentatie. En dat lijkt nu heel abstract, maar we gaan dat straks aan de hand van die twee casussen doen. Zo weet u al dat de overheid het recht heeft om kwaliteitsbewaking te doen, gekoppeld aan die subsidiëring die zij verschaft. Maar u mag daar ondertussen aan toevoegen dat een overheid niet alleen een recht heeft om dat te doen
en die balanceringsoefening die ik zo net heb toegelicht te doen, maar dat een overheid een plicht heeft om dat te doen. En dat is ook heel helder gebleken in de procedure die bij het Grondwettelijk Hof gevoerd is in zaken het huisonderwijs, waar dat geen subsidiering mee gepaard gaat in het huisonderwijs. En waar heel helder gebleken is dat een overheid wel degelijk kan en zelfs moet tussenkomen, omdat het niet alleen draait rond die actieve onderwijsvrijheid, maar ook draait rond dat andere grondrecht dat internationaal vanuit de verdragen ook wordt aangestuurd, namelijk het recht van het kind op kwaliteitsvol onderwijs. Dus een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en onderwijsverstrekker. En hoe dat in essentie vormgegeven is, dat ziet u in het inspectiedecreet van 2018 en het referentiekader onderwijskwaliteit dat daarin vormgegeven is. Namelijk dat scholen wel degelijk een eigen kwaliteitsbeleid mogen voeren, dat daar zelfs meer plaats aan gegeven wordt sinds 2018 dan vroeger aan dat eigen kwaliteitsbeleid dat scholen mogen voeren. Weliswaar vanuit minimale verwachtingen die een overheid verplicht stelt op basis waarvan de onderwijsinspectie dat zal beoordelen, dat kwaliteitsbeleid dat scholen geformuleerd hebben. En dat denk ik, als u datgene wat ik u net verteld heb, dat actieve vrijheid van onderwijs zich ook uitstrekt tot eigen accenten mogen leggen in kwaliteitsbeleid, maar dat daar wel een verplichting van de overheid aan vasthangt om dat kwaliteitsbeleid te testen en te verzorgen dat het er is, dat dit een relatief evident compromis lijkt waar dat men beland op is in 2018 om die balanceringsoefening te doen landen. Laten we dat dan eventjes aan de hand van twee casussen testen. Eerst en vooral de eindtermen. Ze zijn er sinds 1997, heeft mijn vorige collega Mieke de Kok gezegd. Dat is omdat in 1996 het Grondwettelijk Hof daarover geoordeeld heeft en vernietigd heeft, waardoor de nieuwe versie na vernietiging er sinds 1997 is. Het Grondwettelijk Hof is toen trouwens een aantal keren aan zet geweest. En wat heeft het Grondwettelijk Hof gezegd? Kijk, bewaking van kwaliteit is zeker een van de legitieme doelen die wij opmerken in het decreet. Net zoals een ander legitiem doel dat wij opmerken. En dat is gelijkwaardigheid van studiebewijzen. Want u moet weten dat de eindtermen in de relatie staan tussen overheid en onderwijsverstrekker, maar niet in de relatie staan overheid en individuele leerling, in de zin dat het A, B of C-attest daar niet noodzakelijk van afhangt. Het is de klasseraad die de autonomie behoudt om daarover te mogen oordelen. Wel nu, als de klasseraad die autonomie heeft om daarover te mogen oordelen, dan moeten we wel zorgen dat A, B of C-attest in het eendert welke school waar dat die klasseraad daarover oordeelt, ongeveer hetzelfde wil zeggen, dat de waarde van dat attest gelijkwaardig is. En het is met dat legitiem doel dat het Grondwettelijk Hof verder gegaan is, met die gelijkwaardigheid van die studiebewijzen en het onderwijs dat verschaft wordt in de scholen, veel meer dan met die bewaking van kwaliteit in 1996. En voor dat legitieme doel, die gelijkwaardigheid, heeft het Grondwettelijk Hof gezegd, kijk, het formuleren van eindtermen, inputcontrole, datgene wat dat een school minimaal verwacht wordt om toch aan te bieden aan de leerlingen, dat is een perfect adequaat middel om te garanderen dat die A, B of C-attesten die afgereikt worden en die diploma's die op het einde van de rit uitgereikt worden, dat die min of meer hetzelfde willen zeggen. Legitiem doel, adequaat middel, maar drie stappen in de redenering, nadien die evenredigheidstoets. En daar is het op spaak gelopen in het arrest dat ik hier heb aangehaald uit 1996, omdat het Grondwettelijk Hof toen vastgesteld heeft dat datgene wat dat door de overheid op papier was gezet, te veel was, dermate omvangrijk en gedetailleerd is, dat de mogelijkheid voor scholen om daarbovenop nog een eigen pedagogisch project te formuleren, daarbovenop nog eigen doelen te mogen formuleren, dat die kans voor de scholen dichtgereden was door eindtermen die eigenlijk te dekkend waren wat de hele onderwijstijd betreft en detailistisch waren wat dat de formulering ervan betreft. Men heeft toen een compromis gevonden dat een afwijkingsmogelijkheid inhield, bestaat nog steeds, nu noemt dat een gelijkwaardigheidsvraag. En het is dat compromis dat de Steiner-scholen bijvoorbeeld gehanteerd hebben sinds 1997.
Springen we opnieuw, anno 2021. Wat doen we nu met die rechtspraak van het Grondwettelijk Hof wat het huidige eindtermendebat betreft? Wel nu, men heeft als legitiem doel nog steeds die gelijkwaardigheid die anno 1996 al opgepikt was en die nog steeds opgepikt zal worden als legitiem doel. Men heeft daar een legitiem doel aan toegevoegd dat niet alleen de bewaking van kwaliteit is, wat dat men in de jaren 90 zei en toen niet in de redenering van het Grondwettelijk Hof opgepikt is. Men heeft daar een stapje bovenop gedaan. Men heeft bevordering van kwaliteit nu vermeld als legitiem doel. En dat is door de Raad van State in zijn advies minstens wel opgepikt als iets wat de Raad van State in de redenering meepakte. Ook wat adequaatheid van het middel betreft. Ik voorspel dus dat als het tot een grondwettelijk hofprocedure komt, dat wat het legitiem doel en de adequaatheid van het middel betreft, dat we niet hoeven te discussiëren, maar dat het weer die derde stap zal zijn, de evenredigheidstoets waar het over zal gaan. Vaststelling die de Raad van State in zijn advies heeft gedaan, is dat als u kijkt naar de omvang ervan, dat we moeten vaststellen dat er nu meer op tafel ligt dan in de jaren 90 toen het decreet vernietigd was. De onderwijsverstrekkers die aangekondigd hebben om naar het Grondwettelijk Hof te trekken, hebben daar nog een argument bovenop ontwikkeld en gezegd, ja, het draait niet alleen rond de omvang, het draait ook rond het format dat gekozen is en dat vorige spreker Mieke de Kok ook toegelicht heeft, namelijk die taxonomie van Bloem op basis waarvan de onderwijsdoelen geformuleerd zijn. Omdat dat een taxonomie is die eigenlijk voornamelijk in de relatie leerkracht-leerling, het formuleren van lesdoelen, thuishoort. En de Vlor had in zijn advies van 2018 aangegeven, ja, eigenlijk is dat wel een heel ongelukkige keuze om onderwijsdoelen te formuleren die de minimumverwachting van een overheid ten aanzien van scholen inhouden, wanneer dat een taxonomie is die eigenlijk in de relatie leerkracht-leerling thuishoort. Want het risico is vrij groot dat daar wellicht ongewild didactische sturing uit zal voortvloeien dan. En dat is ook het argument dat zij die naar het Grondwettelijk Hof hebben aangekondigd te zullen trekken, dat zij maken dat dat effectief het geval is en dat als u die format van die onderwijsdoelen kijkt, dat daar didactische sturing in zit. Dan gaat het bijvoorbeeld rond die context waar dat het daarnet ook over ging, dat als u context formuleert waarbinnen die doelzin moet worden bereikt, dat als u daar niet zorgvuldig mee omspringt, dat die context eigenlijk ook een pedagogische sturing geeft, want het bepaalt hoe een leerkracht dat doel moet bereiken. Hetzelfde geldt rond die beheersingsniveaus, dat minstens in de psychomotorische en de affectieve dimensie, dat er eigenlijk een sequentie zit in de beheersingsniveaus die geformuleerd zijn en bij gevolg ook een volgorde waarin de leerkracht dat moet aanbrengen en bij gevolg ook een didactische sturing van hoe dat moet gebeuren. Hetzelfde zit met de processuele kennis die geformuleerd is. Als men daar niet zorgvuldig mee omspringt, dat daar ook didactische sturing uit voortvloeit. Ik geef één voorbeeld van wat de context betreft, waar een doelzin zegt dat leerlingen moeten reflecteren over de gevolgen van bevolkingstoename op het gebruik van ruimte in de wereld. En waar de context formuleert, ja, leerlingen moeten daarover reflecteren aan de hand van casussen die de leerkracht aanreikt. Casus op mondiaal niveau, casus op lokaal niveau en alles daartussen. Wel nu, dan heeft men een doelzin, namelijk leerlingen laten reflecteren, vastgezet wat de didactische methode betreft, waarop die leerlingen daarover moeten reflecteren. Want klaarblijkelijk moet dat gebeuren aan de hand van casusonderwijs en niet aan de hand van andere activerende werkvormen die daartoe even geschikt zijn, zoals een gedachte-experiment of een Socratische dialoog, etc. Dus ik zie het argument dat gemaakt wordt, dat het qua omvang meer is dan de jaren 90. Ik zie ook het argument in zaken didactische sturing dat gemaakt wordt. U gaat mij vandaag niet horen zeggen dat dat wil zeggen dat het Grondwettelijk Hof ook zal vernietigen. Ik heb daar ook in het verleden, wanneer ik daartoe door journalisten bevraagd word, altijd heel zorgvuldig mee omgesprongen om daar niet op te antwoorden. Ik ga dat vandaag ook niet doen. Omdat de context toch wel heel anders is. Dat in de jaren 90 een dossier voorlag dat in omvang misschien minder
sturend is dat het dossier dat nu voor ligt allemaal goed en wel. Maar dat het invoeren van onderwijsdoelen waar zij niet bestonden een grotere schokgolf met zich meebrengt dan het aanscherpen van onderwijsdoelen waar zij al wel bestaan, dat is denk ik een gegeven dat we ook niet uit het oog mogen verliezen. En die veranderde context waarin het decreet nu zal worden beoordeeld, daar kijk ik samen met u mee wat het Grondwettelijk Hof daarover zal doen, maar daar ga ik geen voorspellingen over doen. Tweede casus die ik met u wil bekijken, zijn die GGG-proeven, waar dat juridisch eigenlijk nog minder hendels over te geven zijn, over hoe dat daar, mocht dat ooit aangevochten worden, mee omgegaan zal worden. Dat er een legitiem doel kan worden nagestreefd wat bewaking van kwaliteit betreft en dat centrale examens, of hoe u ze ook noemt, daartoe een adequaat middel zijn, dat is een debat dat in veel lichtere vorm al voor het Grondwettelijk Hof gebracht is. Op het moment dat het ging over huisonderwijs en over de verplichting voor zij die huisonderwijs volgen om dan bij de centrale examencommissie examens te volgen, omdat dat de controle was op de kwaliteit van het huisonderwijs. Waar toen het argument voor het Grondwettelijk Hof gebracht werd, dat is geen adequaat middel om dat te meten. Want wanneer een leerling niet slaagt voor dat examen, dan zegt dat misschien iets over de intelligentie van die leerling, dan zegt dat misschien iets over de werkhouding van die leerling, maar dan zegt dat niet noodzakelijk iets over de kwaliteit van het onderwijs dat die leerling genoten heeft. Maar zelfs in die heel beperkte context van leerling in de huiskamer ten aanzien van de ouders die lesgeven, heeft het Grondwettelijk Hof toen aanvaard dat dat wel degelijk een adequaat middel is om die kwaliteit te bewaken. En ik denk als we dat dan op veel grotere schaal uitrollen, zodat die particulariteit van intelligentie van leerlingen en werkhouding van de leerling ook veel minder doorslag geeft, dat we opnieuw er niet over hoeven te twisten dat dat legitieme doel en de adequaatheid van het middel, dat dat aanvaard wordt en dat het ook hier over de evenredigheid zal zijn dat er getwist wordt. Wat zijn relevante gegevens als we over die evenredigheid gaan twisten? Wel, dan denk ik dat we moeten kijken naar wie ze opstelt op basis waarvan ze worden opgesteld en waartoe ze dienen. En ik licht dat verder toe. Wanneer centrale toetsen op basis van de eindtermen worden opgesteld, zodat de eigen doelen die onderwijstrekkers voor zichzelf formuleren geen plek hebben in die GGG-proeven, dan is de impact op de onderwijsvrijheid groter dan wanneer dat er verschillende types van GGG-proeven worden opgesteld die wel rekening houden met die eigen doelen die onderwijsverstrekkers voor zichzelf gesteld hebben. Want mocht er dan negere effecten zijn zoals teaching to the test, dan is dat teaching to the test niet alleen de eindtermen, maar ook de eigen doelen die de onderwijsverstrekkers voor zichzelf gesteld hebben. Dus dat dat dan een mindere impact heeft op artikel 24, paragraaf 1 van de Grondwet, goed. Ook relevant is waartoe ze gebruikt worden. Want als ze slechts gebruikt worden als een toets door de onderwijsinspectie, om terug te koppelen naar de scholen, een van de zaken die in het dossier zit om een kwaliteitsmeting te doen, dan is de impact minder groot op de actieve vrijheid van onderwijs dan wanneer ze gebruikt zouden worden door een klassenraad om een leerling op te beoordelen. In meest verregaande vorm, wanneer je de twee aan elkaar koppelt, als het gebruikt wordt door een klassenraad om een leerling op te beoordelen en de toets zelf is opgesteld enkel en alleen op basis van de eindtermen, maar niet op basis van de eigen doelen, dan wil dat zeggen dat een klassenraad ook niet meer mag meten of dat er eigen doelen bereikt zijn binnen die school, omdat de klassenraad verplicht is enkel alleen op basis van de eindtermen te oordelen, omdat dat hetgeen is wat dat dan aan de klassenraad wordt voorgelegd. Dat is het meest extreme geval en ik heb begrepen dat dat ook niet op tafel ligt, of toch niet op die manier op tafel ligt, dat de GGG-proeven daartoe moeten leiden, dat men wel aan het kijken is naar de mogelijkheid om verschillende types te ontwikkelen, dat men ook voornamelijk aan het kijken is naar kwaliteitsbewaking ten aanzien van de scholen en niet zozeer om de autonomie van
van de klasraad af te nemen. Dus ik zou zeggen dat de wijze waarop er thans gekeken wordt naar de GGG-proeven, dat men in mijn ogen niet in de buurt komt van datgene wat dat grondwettelijk delicaat is en dat hier de marges van de grondwet niet eens opgezocht worden, dat men misschien zelfs nog iets verder kan gaan dan zonder de grondwet te schenden op basis van hetgeen nu op tafel ligt. Kom ik toe aan mijn conclusie, want mijn spreektijd is op. En ik wil mijn conclusie misschien niet vastzetten op onderwijskwaliteit en de meetbaarheid van onderwijskwaliteit, omdat dat, zoals gezegd, geen juridische vraag is. En ik heb ook twee casussen met u bekeken die slechts een heel beperkt stukje van dat debat zijn. En wanneer we het hebben over onderwijskwaliteit, dan hoop ik dat we verder kijken dan alleen eindtermen en centrale toetsen, maar dat we ook gaan kijken naar bijvoorbeeld het loopbaanpact, professionaliteit van de leerkracht, educatieve masters, de rol van de pedagogische begeleidingsdiensten, etc., dat dat allemaal mee in het debat gaat dus. Ik wil op basis van die twee casussen die ik uitgepikt heb geen juridische conclusies daaraan verbinden, maar ik wil misschien een andere, net iets bredere conclusie eraan verbinden. Want ik heb als toetsingkader telkens artikel 24 paragraaf 1 van de grondwet gebruikt en de actieve vrijheid van onderwijs. Minister Verlinden is momenteel een toets aan het doen die tot een grondwetsherziening zal leiden en in het kader waarvan wellicht de hele grondwet voor herziening vatbaar verklaard zal worden in de toekomst. Ik denk dat dat een vraag is die ook geen juridische vraag is, een vraag die veel breder maatschappelijk gesteld moet worden, waar dat we het ook over moeten hebben. Niet alleen over die twee beleidskeuzes die ik nu behandeld heb, of dat die binnen het grondwettelijk kader vallen, maar ook of dat het grondwettelijk kader anno 2021 nog wel datgene is wat dat wij willen hebben. Is het effectief, de overheid bepaalt een stukje van wat, dat er moet, wat een leerling moet kennen en kunnen, de scholen bepalen de rest van het stuk wat dat de leerling moet kennen en kunnen en de scholen bepalen hoe dat gebeurt? Of is het de overheid bepaalt wat een leerling moet kennen en kunnen en scholen kunnen alleen nog maar bepalen hoe dat gebeurt? Of is het een overheid bepaalt wat leerlingen moeten kennen en kunnen en bepaalt ook deels hoe dat moet gebeuren vanuit een blik op effectieve didactiek en scholen mogen wat de rest van de didactiek betreft aanvullen, maar worden ook deels gecontroleerd op didactische keuzes door een overheid. De twee laatste pistes vergen een grondwetswijziging. En ik denk dat minstens dat, met het oog op de herziening van de grondwet die er binnen een paar jaar zal gebeuren, dat we het ook daarover moeten hebben en niet alleen over die twee casussen die ik net behandeld heb. Ik laat het daarbij. U gaat nu in pauze, maar wij zijn beschikbaar voor vragen nadien.
Nu gaan we eventjes nog over tot een vragenronde. De eerste vraag die ik wil richten aan Rian is eentje die gekomen is over het meten van leerwinsten. Gaan we in staat zijn om van de Vlaamse scholen te merken of ze ten opzichte van vroeger meer of net minder leerwinsten aan het boeken zijn? Kunnen we dat nu al en gaan we dat in de toekomst dan kunnen met die centrale toetsen? Een grote veronderstelling die we nodig hebben om te komen tot leerwinstmeting heb ik uitgelegd. Namelijk dat er een gemeenschappelijke meetschaal gaat komen die overkoepelend is voor alle leerlingen waarvoor de GGG-toetsen bedoeld zijn. En dat gaat dus van het vierde tot en met leerjaar in het basisonderwijs tot en met het zesde jaar in het secundair onderwijs. Ik denk dat daar, zoals we dat dan noemen, grote uitdagingen zijn om dat te kunnen realiseren. Als we die GGG-toetsen dan gaan invoeren en met die principes van de meetschaal gaan werken, gaan we wel evoluties in kaart kunnen brengen in prestatieniveau en gaan we inderdaad de daling of de stijging in kwaliteit van het onderwijs met betrekking tot de getoetste leerdoelen wiskunde en Nederlands goed kunnen opvolgen. Dan wil ik meteen verder gaan op die centrale toetsen, maar dan met een vraag gericht aan Erwin. En de vraag is van, ja, die centrale toetsen, je hebt daar heel wat impact van besproken, maar wat met de zesjescultuur? Want dat is ook zo een woord dat al is, naast de pretpedagogie al eens genoemd wordt. Dus gaan we dankzij die centrale toetsen afgeraken van de zesjescultuur? Wel, als je kijkt naar de impact die we zien in andere landen, dan zijn er eigenlijk twee zaken die ik heb opgemerkt. Eén, dat de effecten sterker zijn voor de zwakkere leerlingen. En afhankelijk van teaching to the rating, maar dat hangt af natuurlijk van de manier waarop er geëvalueerd wordt, eventueel, dus niet enkel voor de zwakkere leerlingen, maar ook voor de middelmatige leerlingen. Maar eigenlijk wil dat impliciet zeggen, als je een gemiddeld effect hebt en het is sterker voor de zwakkere leerling, heb je dus eigenlijk een kleiner effect voor de sterkere leerlingen. Dus eigenlijk, je gaat eigenlijk nog meer... Ja, als je het dan toch zo wil noemen, een zesjescultuur, ja, dan sommige leerlingen gaan wat vooruit gaan, maar eigenlijk voor de sterke leerlingen zijn er weinig effecten waar te nemen. Dus in die zin ga je daar niet veel vooruitgang boeken, op basis van dat literatuuroverzicht natuurlijk. Hè. Dus dat moet je altijd natuurlijk met een korreltje zout nemen, maar dat zijn toch de bevindingen die ik zou maken. Ja. Dan wil ik even overgaan naar de eindtermen en dan een vraagje gericht aan Mieke. Heel dat proces van die eindtermen, dat was lang. Dat was blijkbaar met heel veel expertise aan boord enzovoort. En nu komen er ineens bezwaren naar boven. Dus in welke mate zijn die bezwaren al naar boven gekomen eerder in het proces en dan in rekening gebracht? Ja, dat is een moeilijke vraag. Het is zo dat die commissies op zich elk afzonderlijk gewerkt hebben. Er was geen overkoepelende commissie die het geheel in oogenschouw heeft genomen. Het is zo dat in de commissie waar ik zelf in gezeten heb, dus dat is een antwoord dat ik alleen maar daarop kan baseren, maar ik hoor van andere collega's dat er per commissie telkens opnieuw gewikt en gewogen is of het geheel wel haalbaar bleef. Of hetgeen voorgesteld werd, redelijk werd bevonden, maar natuurlijk ergens ligt daar een soort van interpretatie. Het is zo dat die bezorgdheid meerdere keren geuit is, dat daar rekening mee gehouden is en dat er op het einde van het proces het hele stukje van die commissie wel herbekeken is om te kijken of dingen konden geschrapt of toegevoegd worden. Vooral geschrapt is er dan. Dus naar mijn aanvoelen is daar gedurende het hele proces rekening mee gehouden. In welke mate achteraf die bezwaren dan nog terecht waren, daar durf ik eigenlijk weinig uitspraak over doen. Dan wil ik naar de juridische kant ook eventjes gaan, want er is een vraag binnengekomen van, ja, is er ook zoiets als een recht op transparantie voor de leerlingen, voor de ouders? Erwin heeft het ook al gehad over de impact van het bekendmaken van die resultaten op misschien zelfs de IMO-prijzen. Maar is er dan ook effectief zoiets als een recht van transparantie waarop we als juridisch zouden kunnen beroepen op het bekendmaken van die resultaten van bijvoorbeeld centrale toetsen? Dus Kurt, dat is eentje voor jou. Ja, dat is
geen vraag die eenvoudig te beantwoorden is. Ik denk dat u een verschil moet maken tussen heb ik recht om mijn eigen toetsresultaat te kennen, dat het antwoord daarop misschien verschillend is dan heb ik het recht om het toetsresultaat van andere leerlingen te kennen of heb ik recht op het gemiddelde toetsresultaat en dus het resultaat van mijn school. Ik denk een juridisch recht dat u hard kunt maken om het tweede of het derde te eisen, dat u daar niet al te sterk in uw schoenen staat en dat het voornamelijk een beleidsoptie is of dat opportun wordt geacht of niet opportun wordt geacht. En dat als u vindt dat u daar recht op hebt, dat u leeft in een representatieve democratie. U heeft beleidsvertegenwoordigers die de decreten gaan maken. Contacteer die dan voornamelijk om hen uit te leggen waarom u meent daar recht op te hebben en waarom u denkt dat dat de correcte beleidsoptie is om te overwegen en dat dat binnen de democratische rechtsstaat waarin wij leven, dat dat de geëikte manier is om dan te hopen om uw punt te halen. Dan nog een vraagje dat ik graag aan meerdere sprekers zou richten. Erwin Ogen heeft het gehad over de impact van die centrale toetsen op het onderwijs, maar wat met de impact van eindtermen op de kwaliteit van onderwijs? Is daar ook iets over geweten in het wetenschappelijke onderzoek, misschien op basis van vergelijking met andere landen en hoe zij omgaan met eindtermen of minimale leerdoelen? Misschien Erwin eerst? Ja, dat is iets wat ik niet bekeken heb, natuurlijk een interessante vraag is, maar iets wat ik niet bekeken heb, in welke mate dus dat het formuleren van zo'n eindtermen ook bijdraagt, al dan niet bijdraagt, tot een toename in kennis en vaardigheden. Nu, ik ken de literatuur niet zo goed op dat vlak. Ik vermoed wel dat dat internationaal bijna in de meeste landen wel gebruikt wordt, eindtermen op een of andere manier. Dus ik weet ook niet of het zo gemakkelijk is om die effecten te kunnen meten. Hè. Dus omdat het eigenlijk, als je kijkt naar PISA en je hebt daar een aantal landen die je gaat bekijken, als die allemaal eindtermen gebruiken, heb je natuurlijk geen variatie om nog iets te weten te kunnen komen over een mogelijk effect van eindtermen. Rian, misschien? Ja, zeker een niet zo eenvoudig te beantwoorden vraag. Ik ken eigenlijk ook geen literatuur daarom. Alleen zijn er wel collega's die samenhang hebben gezocht tussen de invoering van de eindtermen als minimumdoelen en de achteruitgang die wordt vastgesteld in het Vlaamse onderwijs en die menen dat daar een verband tussen is. Dat door het feit dat we in ons onderwijs op een gegeven moment eindtermen of minimumdoelen hebben ingericht, dat dat minstens deels zou verklaren waarom we minder sterke leerlingprestaties voor ogen hebben of toch behalen. Ja, ik denk dat dat geen juridische vraag is. Ik kan wel herhalen wat je daarnet gezegd hebt, namelijk dat de Raad van State in zijn advies bij het ontwerp van de tweede, derde graad de versterkte eindtermen wel gekoppeld heeft aan verhogen van onderwijskwaliteit en geen opmerkingen gemaakt heeft dat de eindtermen daartoe geen adequaat middel zouden zijn. En ik verwacht eerlijk gezegd ook niet dat het Grondwettelijk Hof dat zal doen als daar geen wetenschappelijke literatuur is die het tegenovergestelde bewijst dat de eindtermen geen adequaat middel zouden zijn om de onderwijskwaliteit te verstevigen. Dan denk ik dat het echt wel over de mate waarin de eindtermen opgesteld hebben, dat dat de kern zal zijn van het juridische debat, maar niet de vraag of er eindtermen mogen zijn. Ik denk dat die brug sinds de jaren 90 al lang gepasseerd is. Ik heb daar weinig aan toe te voegen bij Rianne en Erwin, behalve dat die collega's volgens mij iets breder gekeken hebben dan Vlaanderen. Maar ik ken de details van de literatuur zelf niet. Dan werd er ook wat gealludeerd in bepaalde vragen aan andere mogelijke ingrepen die de onderwijskwaliteit zouden kunnen verbeteren. Er zei iemand al grappend, misschien moeten we gewoon de kwaliteit van het eten in de refter verbeteren en zal dat ook de onderwijskwaliteit in Vlaanderen gaan verhogen, misschien aan een minder grote kost. Dus misschien willen de collega's vanuit de eigen inzichten en de eigen achtergrond even ingaan op andere mogelijke initiatieven die de onderwijskwaliteit vooruit zouden kunnen brengen in Vlaanderen. Rian? Ik uit mij vaak als een schoenmaker. Een schoenmaker die graag bij zijn leest blijft.
In de zin, ik heb aangegeven hoe sterk we inzetten op vaststellen van prestaties en van prestatieniveaus. En dat er ander onderzoek nodig is om uit te stippelen hoe we onderwijs kunnen maken, hoe we onderwijs kunnen verbeteren. En zelf reken ik mij niet toe de mensen die daar echt expertise in hebben. Maar ik denk wel dat we daar nu in Vlaanderen nood aan hebben, aan mensen die de beleidslijnen uitzetten en die veranderingen mee kunnen initiëren. Erwin? Ja, ik wil misschien eigenlijk ook nog eens benadrukken wat ik misschien wat te weinig heb benadrukt tijdens mijn, omdat er heel wat, ja, misschien soms ook negatieve gevolgen bleek te zijn, maar ik heb het enkel gehad over die publieke bekendmaking. Ik denk wel dat de Vlaamse centrale toetsen een waardevol instrument kunnen zijn om onze onderwijskwaliteit op te volgen en waar nodig bij te sturen. Maar ik denk dat dat iets is dat moet gebeuren in vertrouwen. En dat dat iets is tussen, laten we zeggen, de overheid die dat organiseert, inspecties, leerkrachten, scholen, om daar samen aan te werken. Scholen kunnen ook veel leren van elkaar. En zij zijn ook de experten, daar sluit ik een beetje aan bij Rian. Dat is hun taak. Dat is niet zozeer onze taak. Mieke? Ik denk dat leraren daarin een cruciale rol spelen. En ik denk dat inzetten op een kwaliteitsvolle lerarenopleiding, op het enthousiasmeren en ondersteunen van ook sterke studenten om te kiezen, om actief te kiezen en om er vol voor te gaan om als goede leraar in de klas te komen, dat dat iets is waar we als maatschappij op moeten inzetten. Ik blijf daar persoonlijk erg van overtuigd dat dat een optie is die we moeten nemen. Dan misschien nog eventjes terug in de richting van het juridische. Er was dan ook het vraagje, als het grondwettelijk hof moet nu een oordeel gaan vellen, maar hoe gaan zij in staat zijn om daarvoor een kwaliteitsvol en misschien ook een objectief oordeel te vellen? En hoe gaan ze eigenlijk te werk in dat proces? Wel, wanneer ik geïnterviewd word over die zaak die nu of binnenkort hangende zal zijn bij het Grondwettelijk Hof, ik antwoord altijd, ik vind het als jurist niet gemakkelijk om te antwoorden op de inhoudelijke beoordeling van die zaak, omdat hoeveel onderwijstijd een leerplan in beslag neemt, of beter, hoeveel onderwijstijd een eindterm in beslag neemt als je het in een leerplan integreert, dat geen juridische vraag is. En de didactische sturing, die al dan niet in het format van de taxonomie van Bloom zit, dat evenmin een juridische vraag zit. Dus ik vind dat als jurist niet gemakkelijk om daarop te beantwoorden. Is dat iets wat u moet doortrekken naar het Grondwettelijk Hof en dat zij hetzelfde probleem gaan hebben? Niet noodzakelijk, omdat het grote verschil tussen wanneer een journalist mij belt en wanneer het Grondwettelijk Hof oordeelt, is dat zij het dossier voor zich gaan hebben en dat zij die naar het Grondwettelijk Hof stappen de bewijslast dragen en het dossier moeten samenstellen dat het Grondwettelijk Hof moet overtuigen dat het effectief te veel onderwijstijd in beslag neemt omdat de didactische sturing te groot is om nog voldoende ruimte te geven aan de scholen. En wanneer het dossier dat zij samenstellen onvoldoende is om de Raad, het Grondwettelijk Hof, te overtuigen van het punt dat zij maken, dan zal het niet tot een vernietiging leiden. Dus kan het Grondwettelijk Hof daar kwaliteitsvol over oordelen? Wel, wanneer zij vernietigen, dan menen zij van wel, omdat het dossier hen toelaat om dat te doen. En wanneer zij menen dat zij daar niet kwaliteitsvol over kunnen oordelen, omdat het dossier hen niet toelaat om dat vast te stellen, dan zullen zij niet vernietigen. Dank je wel voor de verduidelijking in elk geval. En dan wil ik nog eventjes teruggaan naar die meting van onderwijskwaliteit. Rian heeft ook in haar uiteenzetting aangehaald dat daar heel wat doelen mee te bereiken zijn. Meten van leerwinsten, meten van de kwaliteit van de school misschien, van de kwaliteit van het onderwijs in zijn geheel. Zijn al die doelstellingen wel verenigbaar in één test? Dus kunnen we dat in één test, in die ene set van centrale toetsen, gaan realiseren? Rian, kan je daar nog wat meer op ingaan? Het is vaak moeilijk om meerdere doelen te combineren. Ook met betrekking tot het meten van kwaliteit is het moeilijk om zowel op systeemniveau, op schoolniveau en op leerlingniveau betrouwbare en valide uitspraken te doen. We zitten met het systeem van de GGG-toetsen, waarbij de minister eigenlijk toch beoogt dat al die drie doelen gerealiseerd gaan
worden. Maar daar is nog veel onduidelijkheid over. Er is nog helemaal geen duidelijkheid bijvoorbeeld over hoeveel toetstijd gaat die toetsen in beslag nemen. Of wat is het niveau van... Wat is de omvang van, of de omschrijving van de inhouden die gaan gebeuren? Gaan dat zeer homogene toetsen zijn met voor wiskunde verschillende deelaspecten die telkens bevraagd worden? Of wordt dat meer een omnibustoets waar we een indicatie krijgen van het niveau van de leerlingen zonder heel specifiek te kunnen terugkoppelen, nog naar de leerling, nog naar de scholen, in welke mate specifieke eindtermen of onderwijsdoelen gaan bereikt worden? Dus het is een heel ambitieus plan. Ik noem het soms de Weidse toetsen. Je zou kunnen zeggen, als je echt al die niveaus wilt bereiken, moet je vertrekken vanuit het leerlingniveau. En moet je een systeem hebben van centrale examens, waarbij op het niveau van de verschillende onderwijsdoelen op een betrouwbare manier wordt gemeten of de leerling in staat is om die doelen te halen. En waarin dan geaggregeerd wordt op schoolniveau en daarna op systeemniveau. Maar dat is niet het systeem waar nu voor gekozen is. En dus ik denk dat er altijd nog compromissen gaan gemaakt moeten worden. Dat brengt ons misschien ook dan tot die feedback op die bewuste centrale toetsen. Dus als we dan feedback gaan geven, bijvoorbeeld aan ouders, aan leerlingen zelf, dan zijn er ook positieve, maar misschien ook negatieve effecten. We hebben het al over de vastgoedprijzen gehad. Maar een vraag die ook naar boven komt, is bijvoorbeeld de segregatie van scholen. Ga je zwakke leerlingen op die manier niet gaan groeperen in zwakke scholen en sterke leerlingen dan gaan groeperen in scholen waar ouders gaan proberen hun kinderen te gaan parkeren in die betere scholen om een betere toekomst te kunnen gaan realiseren? En heeft dat dan ook weer geen negatieve impact? Dat is misschien eerder iets voor Erwin. Ja, dus ik heb niet echt grondig ingegaan hoe dat de ouders reageren, maar inderdaad, voor zover ik me herinner, en nu moet ik het even uit mijn hoofd doen, zijn er inderdaad een aantal studies die gekeken hebben naar de effecten op schoolcompositie. En daar waren ofwel de effecten niet duidelijk, en één à twee studies spreken over wel een toename of een afname in diversiteit of een toename in schoolsegregatie, omwille van het feit dat die studies rapporteren dat bijvoorbeeld hooggeschoolde ouders sterker reageren op die informatie over schoolkwaliteit en dus hun inschrijvingen aanpassen, waardoor je dus dergelijke effecten kan krijgen. Maar ik moet eraan toevoegen, dat was niet altijd heel duidelijk, want soms kreeg men ook andere effecten, waar nu net ouders uit armere buurten bijvoorbeeld, die veel sterker erop reageerden. Dus soms spreken de resultaten elkaar tegen daar. Maar laten we zeggen, geen effect en eerder een toename in schoolsegregatie in een aantal studies, dus allicht kan dat een van de mogelijke effecten zijn, ja. Dan wordt er ook nog verwezen naar de mogelijkheid om resultaten van centrale toets te gaan gebruiken in oriënteringsadviezen door klassenraden. Klassenraden moeten sowieso een advies uitbrengen om een leerling naar een juiste plaats te krijgen om door het onderwijs op een gepast niveau te gaan loodsen. Dus misschien kunnen de centrale toetsen daar ook wel een doel dienen. Misschien, Rian, zie jij een mogelijkheid voor klassenraden om dan kwaliteitsvol met die resultaten van die centrale toetsen om te gaan? Alleszins wordt het organisatorisch een hele uitdaging om dan zo snel die resultaten terug te koppelen dat die op leerlingniveau ook beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld een klassenraad. Ik meen dat er studies zijn die aangeven dat het ook positief kan zijn dat er objectieve toetsen gebruikt worden, geïntegreerd worden in het onderwijs, zodanig dat leerkrachten vanuit een onafhankelijke bron ook informatie krijgen over het prestatieniveau van leerlingen. En dat bijvoorbeeld ten gunste zou kunnen zijn van leerlingen met een anderstalige achtergrond. Of dat in de praktijk ook zo zal blijken, is natuurlijk ook nog altijd koffiedik kijken. Dan nog misschien even een juridische kwestie. Natuurlijk, we zitten met een grondwet. We zitten ook met een Franstalig landsgedeelte die zijn onderwijs ook regionaal gaat invullen. En zij hebben dan die pact d'excellence.
Dus hoe slagen zij er dan in om met diezelfde grondwet misschien dan wel meer die nadruk op de excellentie te gaan leggen? Of is dit alleen maar een indruk? Hoe slagen zij daarin om dat te doen? Als het niet aangevochten wordt voor het grondwettelijk hof, dan wordt er natuurlijk ook niets vernietigd. U heeft iemand nodig die een dossier aanhangig maakt bij het grondwettelijk hof. En misschien is de actiebereidheid dan net iets kleiner in het andere landsgedeelte, dat het minstens toch wat dat dit eindtermendecreet betreft het geval is langs de Vlaamstalige kant. U merkt dat trouwens niet alleen met Pacte Excellence, maar ook wat betreft met die GGG-proeven die wij nu aan het ontwikkelen zijn. Want het voorbeeld dat ik daarnet gaf, wat dat de grootste impact geeft op de actieve onderwijsvrijheid, namelijk wanneer u een centrale toets zou ontwikkelen die zich niet op de leerplandoelen ent, maar zich wel ent op de eindtermen, en wanneer u die zou gebruiken voor een klasseraad, in de zin dat wanneer u slaagt voor die centrale toets, dat een klasseraad dan moet het diploma toekennen. Men heeft dat in het Franstalige landsgedeelte op het einde van het basisonderwijs, daar bestaat dat. En dat is juridisch niet aangevochten bij het grondwettelijk hof, dus we weten niet wat dat het grondwettelijk hof daarmee zou doen. Mocht ik van slechte wil zijn, dan zou ik zeggen jammer, want dan zouden we het wel weten, maar ik ben niet van slechte wil. Ik ben helemaal geen conflictueus persoon en ik ben er ook zeker niet van overtuigd dat het onderwijsveld gebaat is bij meer juridische procedures. Maar het gevolg daarvan is wel dat ik u moet zeggen dat het antwoord wat het grondwettelijk hof daarmee zou doen, dat ik u dat schuldig moet blijven, omdat het niet aangevochten is. Met deze vredelievende boodschap zou ik dan ook graag onze avond willen afsluiten. Ik wil u als kijker bedanken om hier in ons actualiteitscollege met de nodige aandacht te volgen. En dan bedank ik ook nog heel graag de collega's hier achter mij voor hun interessante bijdrages. Dank u wel. Thank you.